Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van SideQuest, de gaming podcast van iGen Benelux. Mijn naam is Nick Nijland en vandaag is met mij Tom van Stam. Yo mensen. En Lorenzo Stanisci. Yo. Sjaak, die kan vandaag helaas niet aanwezig zijn omdat hij een beetje ziek is. Dus veel beterschap en liefde naar onze lieve Sjaak. Stuur allemaal wat, wat liefdespuntjes naar hem toe dat hij zich snel weer beter voelt. En Julien, die is nog op vakantie in Japan. Dus die komt binnenkort weer terug met, met heel veel sterke verhalen, ongetwijfeld. Uh, ik weet dat hij in ieder geval op TikTok uh, filmpjes plaatst over alle ijsjes en snacks die hij daar eet. Ja. ja. Heet hij A Real Neon Boy op uh, TikTok? Ik denk dat hij op TikTok misschien wel gewoon Julien eet. Of oh, Julien is Love. Ja, dat was hem. Ja. Julien is Love heet hij op TikTok. Ik nou, zoeken op. Een, uh, dat hij dacht dat hij iets van chocolademelk had gekocht. En toen was het bruine bonendrank. <laughs> dat was zijn dat was laatste top. filmpje. Nou, dat was ook echt top. Die daarom al probeert. Dat is echt absurd. Ja, lekker. Um, Vandaag jongens gaan we het hebben over wat we hebben gespeeld deze week natuurlijk, maar ook over PlayStation die een handheld aan het voorbereiden is, die games van de PS5 moet gaan draaien. Wordt dit de revival van de PlayStation Vita en de PSP? Daar zijn we erg benieuwd naar. Uh, daarnaast gaat Troy Baker weer in de Naughty Dog games spelen en uh, gaat Fortnite ook weer gekke capriolen uithalen. Uh, dat en meer in deze aflevering van SideQuest. Voordat we aan beginnen vragen we altijd netjes, hoe is het ermee? Tom, hoe gaat het? Ja, prima. Heb je een goed weekend gehad? Uh, ja, ik heb een uitstekend weekend gehad. Uh, lekker uit eten geweest, uh, met de schoonfamilie, naar Ajax geweest. De wedstrijd was niet heel fantastisch, maar het was wel gezellig. Dus uh, ja, prima weekendje zo. Goed zo. Ik ben nog mijn agenda bij aan het pakken, omdat ik waarschijnlijk dadelijk ook moet vertellen wat ik in het weekend heb gedaan. Dat weet je natuurlijk weer niet hè? Nee, nee. nee. Zou ik het maar even vertellen? Ja, doe jij me vertellen hoe het gaat. Ja, ik heb niet zo'n speciaal weekend gehad. Het gaat wel prima, ja. maar... Een feestje uh... gehad weer? Uh, nee, nee. Oh. Ik heb uh, deze keer toch echt gekozen om uh, met mijn schoonouders en mijn vriendin op de bank een film te kijken. Gewoon uh, een fraudefilm, Nee, dat niet. Dat niet. <laughs> maar uh, ja, Sicario. Maar daar gaan we straks een video over hebben. Ik zat net nog te denken in mijn hoofd bij Mediatip. Toen dacht ik, ik ga Sicario tippen. Nou ja. Maar toen, uiteindelijk heb ik wat anders opgeschreven. Nou ja, misschien dat ik hem alsnog <laughs> wel tip. hoor, Maar ben ik nog niet helemaal over uit. Hoezo komen jullie opeens bij Sicario dan? Allebei uh, Is dat ik toevol? denk dat ik er een TikTok... Nee, ik had er een TikTok van gezien, denk ik. En toen dacht ik, oh ja, die film was wel echt heel sick. Ja, ik maar dat was alweer een week geleden dat ik die TikTok had gezien. Oh ja. Ja, nou ja, inderdaad. Ja, ik was gewoon aan het scrollen op Netflix met mijn schoonmoeder. En die zegt, nou, dit lijkt me wel leuk. Nou, Oké, okay, nou, dan gaan we dat kijken, toch? Ja. Zodoende. Dus uh, nee, ik heb het lekker rustig gedaan, Maar goed, die dag heb ik ook moeten werken, uh, zaterdag. Dus... Uh, en zondag ben ik weer uh, voor de shortfilm aan de slag geweest. En dat was mijn weekend alweer. En uh, nou zitten we hier weer. <laughs> ja, leuk, gezellig. Um, ja, ik ben, uh, mijn uh, mijn neesje heet dat zo. De, de... de neefje heet dat zo. Nee. <laughs> ja, de, 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 de zus van mijn vriendin. Die, die heeft met haar man hebben ze een kindje gekregen. Dat is dan technisch gezien mijn neefje ook toch? Ja, ja. ik vind dat je dat je neefje kan noemen. Ja, ja. oké. Okay, die, die was één geworden. Dus daar waren we geweest van het weekend. En dat is echt. Nou, Tom, jij vindt dit echt een hel? De. de, 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 de ja, hoe moet je zeggen. Hun vriendengroep die hebben allemaal al kinderen, dus je zit al op de verjaardag met uh, acht, acht ja, baby's als het ware. Samen ja, er geen nou, acht in niet totaal, per se. Heel, maar... Ik ben niet echt een kinderhater of zo. <laughs> nee. dus, uh... nee. Zo bedoel maar echt zo'n typische Hollandse verjaardag, hè? Oh je ja. Een lekker taartjes eten, ja. kinderen ja, die maar... rennen rond, het cadeautje ja, uitpakken. Okay, ja, ja, toch, maar het niet. hoort erbij. Hoort Jezus bij het leven. Nou natuurlijk ook een beetje op die leeftijd dat iedereen om je heen kinderen begint te krijgen. Of ja. Niet. Nou, mijn vriendengroep echt totaal niet. Dus echt oh. misschien één <laughs> iemand met een kind, maar voor de rest echt niemand. Tom is ook nog net een slag jonger dan ik. Ja, dat is misschien, misschien over twee jaar heeft iedereen kinderen dat ja. zou zo ja, okay. ja, bij mij in de vriendengroep begint het nu wel uh, loopt het langzaam storm inderdaad ja, ja. eieren stokken beginnen te kletteren ja. <laughs> ja, maar goed uh, hij was één geworden echt een ontzettend lief kind ja, Otis ja. heet hij en uh, was leuk ja. zijn uh, vader die luistert ook vaak de podcast je naar Otis uit uh, Sex Education of uh? Uh, weet ik dus niet meer zeker of, of maar volgens mij wel nee volgens mij was wel een soort van dat ze daar de naam hadden gehoord en dacht van oh ja misschien is wel een leuke naam volgens mij had het wel beetje mee te maken niet dat ze nou het personage leuk vonden maar nee ja, dat doet het ook niet per se nee maar gewoon een leuke ja, leuke naam um, dus dat voor de rest heb ik ook niet uh, niet heel veel gedaan mijn vriendin die had uh, cursus op zaterdag dus ik moest uh, thuis blijven dat was een mooie uh, segue into het volgende segmentje um, want ik heb heel de dag lekker kunnen gamen op zaterdag. Dat is ook wel eens een keer lekker, toch? Ja, 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 ja. In plaats van voetbal of, of alle, allerlei dingen doen, gewoon gordijnen dicht. Dat is wel lekker, ja. Computertje ja. aan. En uh, ja, ik ben weer lekker World of Warcraft ingedoken. Uiteraard. Het zal je niet verbazen. Nee, je kijkt van op. Ja, ja ik heb er ook een artikeltje ja, over geschreven op de website. Dat was mensen in de Discord ook alweer opgevallen. En ja, Toch weer World of Warcraft Classic aan te spelen. En ja, dat is niet voor niks, want uh, uh. ze hebben weer iets verzonnen. De Anniversary Edition van de Classic-servers. En daar is in principe niks anders aan dan wat ze eerder deden. Het is gewoon World of Warcraft Classic... wel met de quality of life changes... die ze ooit een keer hebben doorgevoerd vijf jaar geleden. Dat is alweer vijf jaar geleden hè, dat Woe Classic uitkwam. Jeetje. Dat vind ik echt crazy. Nou, mijn gevoel, dat gevoel het is dat drie jaar geleden. Om beginnen, nou, dat dachten wij dus ook. Dus uh, we zijn uh, al uh, zijn we opnieuw begonnen... Uh, weer met een nieuw personage... Uh, in uh, WoW Classic, de Anniversary-servers. En dan kun je dus kiezen uit uh, Hardcore... PvP of een normale server. Ja, wij doen altijd PvP. Ja. Dat vinden we wel leuk. Uh, hardcore, uh, ja, dat interesseert ons niet per se. Uh, maar je hebt dus wel een hele grote guild die heet OnlyFanks. En daar zitten bijna 500 streamers in. Uh, op Twitch. En die, die zitten allemaal in die guild. En dat zorgt er ook wel voor, dat, dat tenminste, dat merk ik wel. Dat heel veel mensen aanhaken van, ja, ik ga ook weer spelen. En ondertussen ja. een beetje die guild volgen wat die doen. Want die spelen dus hardcore. Dat betekent, als je personage dood is, dan moet je echt weer vanaf nul beginnen. Nou, je raadt het al. Om de haverklap gaat er iemand van die guild dood. Ja. Nou, dat is weer drama. Is en ja, soms heb je ook een groepje die spelen dan een beetje met z'n drieën. En dan gaat er één van de drie dood. Ja, wat doe je dan? En ja, moet hij dan ja, alleen... Wat moet verder? Je doen? Dan ga je niet uh, met z'n drieën dood, toch? Nee, precies. Maar dan is hij wel weer eventjes ja, het is alleen. Dat dus. En... Uh, ook spelers uh, die, die heel ervaren zijn, die maken dan een stom foutje en gaan dood. Er zijn ook al spelers die door lag dood zijn gegaan. Oh, oh, dat is dus het is enorm veel drama. En, maar ze doen het echt heel erg leuk met, met die guild ook. Want ze hebben dan elke week een guild meeting. En dan komen ze met z'n allen bij elkaar. En dan gaan ze ook met z'n allen in Discord zitten. Nou, dat is oh. één grote chaos. Allemaal door elkaar heel lullen. Hè? Ja, je bent meteen overprikkeld als je naar kijkt. Maar het zorgt wel voor uh, grappige momenten. Want ze komen ook in de game, gaan ze dan bij elkaar staan. En dan zie je eigenlijk al die bekende streamers. Waar, waar niet iedereen World of Warcraft ervaring heeft... Uh, die komen dan bij elkaar en dan doen ze ook nog een onderlinge wedstrijd. Hè? Dus ze hebben allemaal een soort van uh, 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 met een dobbelsteen moeten rollen en dan kreeg je een, een, een race toegewezen en dat was dan troll, uh, undead of orc. En dan is het ook zo dat je punten kunt halen voor jouw ras als het ware oh, ja. binnen de guild. En dan is er ook nog dat je als ras bonussen krijgen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld oké, okay, jullie krijgen allemaal een, een, een item of extra Dan moet dat andere team aan jou gaan geven. Als jij het het beste hebt gedaan. Was er bijvoorbeeld een ork. Die had een heel speciaal item gevonden als eerste. Het is puur geluk. Maar dat gaf dan 300 punten voor de orks. En daardoor stonden ze opeens eerste. Ja, en zo heb je ook een beetje onderlinge strijd. Maar dat betekent dus ook dat als jij doodgaat met je ras. Krijg je weer minpunten. Dus ja, zo dus zitten ze elkaar een beetje belachelijk te maken. En dan hebben de orks hebben een meeting. En die, die roepen dan alleen maar zuk, 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 zuk. Want orks zijn <laughs> natuurlijk een beetje stom zo gezegd Ik realiseer me net echt iets heel stoms. Ik weet niet of ik op record heb gedrukt. Oh jee. Oh god. Je hebt oh, wel op record gedrukt, want ik zie het rode lampje branden hier op de tv. Ja? Denk ik. Ik ga checken. Of betekent dat dat we live zijn? <laughs> dat, nee, dat kun je gewoon ah, daar ja. zien. Nee, hij, ze heeft niet op record gedrukt, zie ik hè? al. Ja, maar dat hoeft nou niet meer te doen, Lorenzo. Kunnen we hem wel op Ja, we halen hem wel van Twitch af. We downloaden hem wel van Twitch. Nou, dat gaat ook maar één keer fout. <laughs> <laughs> nou, volgens mij niet. <laughs> nee, dat is onze verantwoordelijkheid, ja. hè? No nooit de verantwoordelijkheid van de stagiair. Nee, maar als nog, ik nog uh... kijken. Maar, ja. um, Oké. Okay. Verder, sorry. Dus, zuck, zuck, zuck. Ja, en, en dan de trolls die, die praten altijd, ja, mensen gingen er al over klagen, maar trol, trolls hebben een beetje een Jamaikaans accent. En dat gingen ze dus allemaal nadoen, want ze praten als hun trollpersonage, dat vinden ze dan grappig. gingen ja. mensen zeggen, ja, dit is echt super racist en zo. Dan denk ik, ja, jongens. Ja, oké, okay, maar ja. trolls dat niet, bestaan niet echt, dus. Nee, ja, ik vind het ook weer een beetje overdreven. Volgens mij werd het ook alweer snel weggewijfd, hoor, maar. Uh, je had ook een orke en die doet dan elke keer uh, alleen maar zuk suk En als iemand hem dan arcane intellect geeft, dus een intellect buff, ja, dan, dan, kan praat wel hij, dan praat hij opeens als een professor. Oh, thank you, sir. <laughs> <laughs> en dan was zulke dingen. Oh, dat is wel grappig, ja. Ja, daar hebben ze een hele add-on voor ontwikkeld, waar dan ook proximity chat bij zit. Dus als ze toevallig langs elkaar lopen, dan uh, kunnen ze ook elkaar in de guild horen praten en zo. Ja, het is echt uh, heel erg vet gedaan. En een soort roleplaying merkt... server eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk wel. En je merkt dat dat ook wel de community een beetje heeft opgezweept... om ook allemaal weer een personage te beginnen. Want ja, heel Twitch speelt gewoon bijna World of Warcraft. Hè. Bijna 500 streamers, dat is echt heel ja. erg veel. Is dat niet een beetje de, de basis van Twitch uh, op een gegeven moment geworden, ook qua streams? Ja, het is wel echt veel zoveel mogelijk samen doen... en dan uh, versterk je inderdaad wel elkaars uh, stream. En ja, die, die, die Miskif, die had bijvoorbeeld de, de kelder uit South oh, ja. nagemaakt... En dat hij dan gingen ze daar met z'n vier in zitten. Ze hadden dezelfde outfits aan. Zelfde outfits ja. aan. Het mooiste was: het was niet eens in een kelder. Die trap die je ziet op de achtergrond, die loopt gewoon tegen zijn plafond aan. Ja. <laughs> dat is gewoon een neptrap. <laughs> ja, vind ik dan wel grappig. Ja, het we moet er wel een beetje leuk uitzien, natuurlijk. Ja, ja, nee. Dus uh, hartstikke leuk. En ik ben zelf nu level 18 met mijn Undead Rogue. Uh, en voor Eetje, mij. je, zit... deze man vliegt er weer doorheen. Ja, valt mee hoor. Dat is 11, 12 uurtjes of zo heb ik er dan in zitten. Ja. Um, en ik vond dit dus leuk om te gaan doen, omdat ik vroeger altijd Alliance heb gespeeld. En toen we Wo Classic gingen spelen in 2019 ben ik Alliance gegaan. Dus ik heb nooit het hele hoortstuk stuk doorlopen, zeg maar. Dus dat ga ik nu doen. Hartstikke leuk. En uh, vrienden van mij spelen ook. Dus ik uh, ben ze al een beetje, een beetje aankloten. En uh, ja, ik vind het genieten. Ik denk niet dat ik jullie kan overhalen om het te proberen, maar... Oh, oh, Siri. <laughs> Jezus, wat gebeurt hier allemaal? Mijn ja, telefoon gaat af. Dat is echt ja. een technische storing. Sinds ik erbij die nieuwe iOS ja. heb, gaat die. Ik zie Frikandel, uh, oh, uh, die zegt in de chat: minpunt voor zijn ras. Ja, nou ja, hier al een minpunt voor uh, de Italianen <laughs> en een minpunt voor de, <laughs> voor de Duitsers ook. Ja. Oh, god. Dat er was in 4045 ook zo. <laughs> ja. minpunten voor de Duitsers en de Duitsen Italianen. Ja, de Italianen die kregen veel minpunten ja. toen aan het ja. einde, ja. Ja. Subtiele grapjes. Ja, Dat is ook weer voor videotheek, want ik heb de, de verhulsjes gekeken. En die hebben een musical gelanceerd in Nederland. Die heet 4045. Ja, brugtje naar onze andere podcast, videotheek. Daar bespreken we films en series. Volg die ook. Ik vind hey, je hartstikke. Nou, leuk. Mensen wel denken, die uh, willen nu echt luisteren. Als het over de verhulsjes gaat, dan moeten we ja. erbij zijn. Nee, het gaat dan natuurlijk over de beste films en series die je maar kunt kijken. Hey, uh, maar ja, World of Warcraft Classic, hartstikke leuk. Ja, ik, uh, ik ga wel zien of ik level 60 ga halen, dat weet ik nog niet. Want hey, de, to, het is een flinke reis. Ja. Hè? Het is weer tussen de 200 en 300 uur toch wel om, uh, om daar te komen. Ja, ik, dus ja. Gisteren had ik even niks uh, te doen, even een zwak moment. Toen dacht ik bijna van, zal ik ook weer een personage aanmaken. En Dat was uiteindelijk de be het besluit om het niet te doen. Uh, ja, ik ging een serie kijken, maar uh, daar vertel ik zo meer over in de uh, video. Oh. <laughs> zo, nou, ik sorry. had zelf dus even zoiets van: ga ik dit wel doen? Ga nou ja, en fijn dat ik opeens met een gekke comeback. Dat het ja, dat is echt fantastisch. Dus toen uh, was mijn uh, aandacht toch uh, daarop uh, gevestigd. Ik stond echt te juichen in mijn woonkamer. Ja, Snap ik. Uh, maar ik zat dus ook te twijfelen: van, ga ik dit wel doen? Ga ik hier weer 300 uur in steken? En toen had ik er zo zin in dat ik het toch maar had gedaan, want ik zat zo lekker te oefenen in de One Piece uh, TCG ook. Ja. Ik zat echt te flink games te rammen dat ik dacht van oké, okay, ik zit er nu echt lekker in. Um, en toen werd dat een beetje onderbroken door World of Warcraft. En dan ik denk ik ja, eigenlijk een beetje slecht, want 7 december is 7 december, ja. Gaan we weer spelen. Kijk dan 6 december ophalen of zo, badge ophalen. <laughs> Klopt dat? Ja, 7 december spelen, 6 december badge ophalen. Ja, wat 8 erom. december ook spelen natuurlijk? Ja, want wij gaan de finales halen. Ja, de finales ja, ja, halen. Ja. Uh, bij Bandai Cardfest in Utrecht. Ja. Ik vind het echt zo'n onzin trouwens dat we op vrijdag die badge moeten ja, ophalen. Helemaal nergens op. Okay. Nou nee, nee, ik kan geen reden bedenken waarom dat zo moet. Nee, en, en op dan heel veel denken van ja, oké, okay, nou, maar ik weet niet, misschien voor internationale mensen. Of zo. En nou wonen wij nog wel op rede nog redelijk fatsoenlijke afstand van Utrecht. Maar ja, als jij uit Maastricht komt en jij denkt, ik wil uh, meespelen, dan moet je drie dagen achter elkaar naar Utrecht. Als je de finale haalt, ja, dan, dan moet je gewoon een hotelletje of zo. Ja, maar dat vind ik ja, je dat je vind je ook finale wel Als is dat wel uh, worth it. Maar voor één nachtje. Als je gewoon in Nederland woont, het is het nee. niet zo heel erg om af en toe even een uurtje naar je te rijden. Ja, maar vanaf mijn dat is 2,5 uh, uur daarheen. Ja, uh, of dat is waar. Dat heb je wel gelijk in. uur 1. Uh, als je uit Groningen komt, dat je even naar Utrecht moet. Ik weet niet hoe lang dat is, ja. maar voor mijn gevoel is het lang. Ja, maar, denk, maar goed, voor jou is het dan, dan. Ja, ja vanaf van mij uur ben ik, ik ben ook iets van een uurtje. Dan denk je ook voor Nederland, Ja, mensen die in Nederland wonen, stuur dat gewoon thuis of zo. Ja. Als je dat echt een beetje nodig hebt. Je wil ook best uh, een paar euro extra betalen voor de verzendkosten. <laughs> ja. <laughs> ja, grote onzin. Maar uh, we gaan meedoen en we gaan proberen wat potjes te winnen. Laten we daarop houden. Ja. Er komen wel echt grote spelers, uh, heb ik begrepen. Ik zie zo hier en dan op sociale media al mensen van over heel de wereld... die naar Bandai Cardfest komen in Utrecht. Okay. Ja, er doen 2000 mensen mee, dus uh, dat zou goed kunnen. Ja, ik, mo ik moet zeggen dat vorige event met duizend spelers... Ik was al echt... Was je impressed? Of was je Ja, Ja... Nee, ja. Misschien is dat te overdreven, maar ik was wel onder de indruk van... als je dan uh, opeens duizend man bij elkaar ziet kaarten... en dan ook van, we moeten nu wisselen van tafel. Ja. Iedereen door elkaar, Goed, goed, goed. Ja, ziek gaaf is dat. Echt maar chaos. uiteindelijk zit je wel in een soort van... Ja, de eerste twee potjes of zo had ik dat ook een beetje. Ja, daarna zit je gewoon in een flow. Dan is het gewoon een potje, oké, okay, zitten. Ik was, iedere keer was ik als eerste. Ja, dan stond ik al met één op voor. En dan, uh, ja, dan gewoon lekker spelen. Ja, lekker man. Hé, hey, ehm... Um... Ja, heb je jij ook nog een beetje in de TCG geoefend? Toch? Ja, zeker, ja, zeker. Ik heb nog wel weer, uh, wat potjes gespeeld. Een beetje her en der verschillende decks uittesten. Omdat nou, in mijn uh, deck is eigenlijk uh, Rob Lucci nog steeds. Daar gaat het op zich ook wel gewoon prima mee. Behalve tegen uh, Black Yellow Luffy. Ja, dat is gewoon een. Uh, ja, en dan Nami soms, maar die kom je bijna nooit tegen. Uh, tegen Black Yellow Luffy is gewoon een onmogelijke matchup. Heb je iets van. Ja, officieel gezien heb je. 30, 35 procent kans om te winnen. Maar als je boven een bepaalde grens zit uh, tegen goede spelers, dan, uh, ja, dan gaat het echt heel lastig worden om te winnen. Dus uh, ja, dat ja, neigt mij ook wel om uh, een beetje andere decks uh, uit te proberen. En ik heb dan een beetje Black Yellow Luffy uh, uitgeprobeerd. Uh, en een beetje Doffy. Doffy gaat gewoon sowieso wel goed. Ongeveer 50 procent win mee. Um, maar vind ik een beetje een side deck. Omdat sowieso weer een heleboel mensen spelen dat. Uh, maar ook gewoon die kaarten vind ik allemaal best wel ja, basic. Je kan er op zich wel leuke combo's mee uithalen. Maar ja, ik weet niet. Het, het, het pak me gewoon niet echt of zo. Nee, dat snap ik wel. Terwijl het speelt wel goed hoor. Je kan best wel ja, goede overwinningen mee halen. Het is ook goed tegen Black Yellow Luffy. Het was uh, satisfying om bijvoorbeeld begin van het potje een uh, pudding neer te leggen. Dus wat dat doet is. Uh, nou, jouw tegenstander die heeft bijvoorbeeld 10 of 15 kaarten in zijn hand. Nou, je legt die kaart neer en dan moet hij als kaart weer in zijn dek stoppen. moet die... Schudden en dan moet hij weer vijf trekken. Dus dan heeft hij nog maar vijf kaarten over. Dus dat is een heel groot voordeel wat je met een uh, doffie kunt gebruiken. En tegen uh, ja, vrijwel ieder deck is dat een, uh, een goede troef in je handen te hebben. Dus dat, dat, ja, dat vind ik dan wel weer leuk. Maar uh, over het algemeen uh, ja, nog gewoon een beetje oefenen. En Black Young Luffy vind ik op zich ook wel leuk om te spelen. Maar het is echt ja, kwijt moeilijk om dat te spelen. Tegen uh, ja, tegen zwarte decks is dat nog wel goed te doen omdat je dan, uh, ja, dan kom je gewoon heel erg geen voordeel te spelen, omdat je gewoon heel vaak uh, een bepaalde dingen kunt loopen. Maar als je tegen Doffy speelt of tegen uh, Bonnie of zo, dat is het nog wel echt even een kunst om dat uh, goed te kunnen, zeg maar. Ja, 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 ja. Het is waarschijnlijk wel dek dat ik ga spelen nog steeds. Uh, ja, ik ben benieuwd. Steeds, ik wil wel zeg maar. weer een keer uh, tegen jou oefenen, want uh, ja, jij bent zo gezegd ook weer beter geworden. Ja, we kunnen wel een keer een avondje doen. Ja, met Svenny erbij. Ja, zeker. Dat lijkt me een leuk idee. Gaan we doen. Hé, hey, uh, wat heb je verder nog gespeeld? Verder nog een beetje FC25 ben ik weer opgestart. Afgelopen weekend een klein beetje Weekend League gespeeld. Ja, was op zich wel weer grappig, maar uh, ook weer niet heel bijzonder. Iedereen loopt een beetje te haat op deze versie van uh, FC25. Ah, dat doen ze toch elk jaar? Ja, maar dit is, lijkt wel erger dan ooit. En IE uh, lijkt ook wel een beetje de kritiek uh, te hebben gehoord. Dus nu opeens gaan ze een heleboel... Uh, ja, content uitbrengen in de game die dan juist weer positief wordt ontvangen door mensen. Terwijl daarvoor was het de hele tijd van uh, ja, eigenlijk alleen maar promos, waardoor mensen weer packs moesten gaan kopen. Uh, en niet echt ja, content om te grinden waarmee zelf uh, mensen gewoon spelers kunnen verdienen. En goede packs kunnen verdienen. En dat hebben ze nu opeens dus wel. Dus nu loont het weer een beetje om de game te spelen. En dan zie je ook wel weer mensen van, ja, die daar weer een beetje van genieten. Maar hiervoor was echt alleen maar ellende. Ja, ik denk dat ze er misschien ook wel een beetje last van hebben dat Call of Duty zo uh, goed scoort. Ja, zeker. Ja, dat zeiden mensen ook. Ja, Call of Duty en Fortnite uh, doen het goed. Dus dan moeten ze opeens uh, weer een beetje hun best gaan doen. Ja, ja op zich is dat natuurlijk wel uh, positief gezonde concurrentie. Maar het is wel tekenend dat ze dan opeens... Uh, ja, het wel kunnen. Dan, ja, dat het dan opeens wel kan inderdaad, ja. Ja, classic EA, zullen we maar zeggen. Ja, ja nee het blijft echt een uh, ja, ja een vrij toch. vervelend bedrijf uh, op sommige manieren, hè. Maar uh, ja, het blijft toch weer een game die je trekt, hè? Maar ja, zo uh, weer keer je toch uh, terug en uh, zo heb je toch weer gespeeld. Toch weer opgestart. Toch weer de uren erin zitten. En dat, ja, dat voetbalspelletje, dat blijft wel gewoon leuk natuurlijk. Ja, dat is waar. Uh, ik had zelf ook nog wat League of Legends gespeeld. Uh, ja, mede dus omdat Arcane zo'n grote hype is. Oh, ja. Hè, dat, uh, die, die serie die op Netflix staat van League. Ja, dat is echt uh, fantastisch ik ben ook bijna geneigd om daarin te springen bijna nou Stel. ja kijk arcane kijken en League of Legends spelen is natuurlijk heel iets anders dat klopt maar ik ik word er wel ik krijg er steeds wel meer iets in meer interesse naar het staat op mijn laptop het staat maar te wachten tot ik het ja. open maar ja ik, ik durf het net niet aan ja ja je kunt het altijd proberen natuurlijk hè? maar ja, wat wat waarschijnlijk gaat gebeuren is dat ze nu wat meer series gaan uitbrengen in die wereld en dan komt de MMO uh, moet nog een keer komen van League of Legends of van Rune Terror die wereld eigenlijk ja en dan zie ik wel wat meer mensen inspringen. Dus, oh, oh ja, ik vond Arcane leuk... en nu komt er een toegankelijke MMO... Die, waarmee ik in die wereld kan spelen. Ja, dan, dan zou ik het ook eerder oppakken dan dit inderdaad. Ja. Dus dat, uh, dat denk ik. Um, want uh, de, de nieuwe season changes zijn ook aangekondigd... van League of Legends, dat wilde ik nog zeggen. Er komt oh, een, ja. een nieuwe... Uh, de Baron die gaat weer naar 25 minuten dat hij komt... en dan op 20 minuten komt er een ander monster. En dat is op zich wel een leuk... Uh, dingetje wat ze hebben gedaan. Die monster die spant aan de kant van de map waar het meest is gevochten. Dus waar de meeste damage is uitgedeeld. Mm. Dus dat is best wel grappig. Dus als er heel de hele tijd in de botlane gevechten zijn geweest. Uh, dan gaat die monster ook aan die kant komen. Was dat eerder random? Dan? Dat monster is nieuw. Oh, heel nieuw monster. Oké. Okay. Ja, nieuw, nieuw monster. Dus eerst had je alleen de draak, de baron. en dan had je, voor, had je ook nog de, de grubs en de grote krap. Die kon slaan, maar ja. nu komt er dit als extra monster bij. En uh, er komen allemaal zwarte rozen op de map. Dat heeft dan ook weer een beetje te maken met arcane. En als je die pakt, dan krijg je weer een buff. Er zijn gewoon weer wat extra dingetjes gekomen op de map om, uh, om te gaan vechten. Oké, okay. en uh, waarvoor is dat belangrijk in league? Nou, wat kijk, vroeger had je, heel vroeger had je alleen de draak en de baron. En dan had je bijvoorbeeld, als daarom was gevochten. En dan ging iedereen gewoon weer bijvoorbeeld terug naar zijn leen. En dan was het weer even gewoon wachten totdat er weer iets was om om te gaan vechten en nu hebben ze gewoon om de paar minuten komt er iets op de map dat belangrijk is om op te pakken en om om te gaan vechten dus je krijgt gewoon veel meer teamfights daardoor. Ja. Maar, maar dat was, is het idee was, in ieder geval. Voor reward krijg je zeg maar als je dat monster hebt verslagen bijvoorbeeld. Uh, dit monster geeft dus heel veel van die rozen en die rozen geven gewoon een kleine buff voor je stads. Ah, namelijk. Okay. Ja. Uh, en die rozen die spannen ook op de map dus die kan bijvoorbeeld de support kan zeggen van hey, ik ga even romen dan gaat hij zoveel mogelijk van die bloemetjes oppakken die geven xp en uh, wat stads aan iedereen in je team. Dus dat is zeker waardevol. En als je dan een monster hebt verslagen... dan komen er bijvoorbeeld denk ik twintig van die rozen. Ja, dat, zijn dus, uh, dat is dus een flinke buff voor je team. Ja, en okay. volgens mij geeft het zelfs ook een uh, tijdelijke guardian angel. Een guardian angel is uh, dat als je doodgaat... dat je dan meteen weer tot leven komt. Oh. En dan ben je dus... Ja, dat telt niet als een kill. Nee. Dus dan, die heb je dan tijdelijk bij. Dus het is echt wel waardevol... en echt wel ja, belangrijk om voor te gaan spelen. Het is dus gewoon weer een extra momentje voor teams... om te zeggen van... oké, okay, we gaan even vijf tegen vijf knallen tegen elkaar... Ja, dat is wel leuker. Er gebeurt wat meer, toch? Ja, dat is in ieder geval het idee. En ze gaan ook uh, uh, werken met meerdere seizoenen per jaar. En in die seizoenen gaan ze echt uh, groot uitpakken. En nu beginnen ze dus met Noxus. Dat heeft te maken ook weer met het tweede seizoen van Arcane. Uh, Ambessa, die komt uh, daar vandaan bijvoorbeeld. Uh, en uh, dan gaan ze dus heel de map veranderen in Noxus-stijl. Dus de turrets zien er anders uit. Uh, dus de shop ziet er anders uit. Gewoon helemaal in Noxus-uiterlijk. En dan gaan ze met elk seizoen gaan ze dat weer een beetje veranderen. Dat is ook wel iets waar mensen al langer om hebben gevraagd van weet je, waarom ziet die map altijd hetzelfde eruit? Weet je, doe iets creatiefs. Vroeger hadden we nog eens een, een kerstmap met sneeuw. Dat willen mensen nog steeds. Ja. Uh, en nu gaan ze daar dus wel iets van gehoor aan geven. En uh, ja, er komen wat uh, itemveranderingen en zo. Maar dit, uh, dit is wel het grootste. Dus ook op zich wel leuk om, uh, om in te duiken, vind ik. Ik speel af en toe nog een uh, klein potje met Sjaak. Ik dat jullie ook hyped waren voor de nieuwe skins. Ja, ja, ja. De arcane skins die komen langzaam naar de game. Nu het hele seizoen uit is, uh, gaan ze ja onthullen ze ook die skins, want anders zou dat een beetje spoiler uh, zijn, natuurlijk. En uh, ja, Victor die gaat grote veranderingen doormaken. Die krijgt een rework. Victor speelt natuurlijk een grote rol in Arcane. Uh. En ja, die rework ga je nu gewoon zien. Dus hij heeft een iets andere ultimate. Uh, hij ziet er iets anders uit. En alle skins die krijgen ook gewoon een makeover. En er komt weer een nieuwe skin aan. Die geheel in, uh, in Arcane stijl is. Ja. Dus ja, dat vinden mensen leuk. Dingen krijgt zijn Arcane skin. Uh, ja, iedereen eigenlijk Echo, Jinx, Fai. Ga zo maar door. En uh, ja, dat is best wel leuk denk ik. Als je League of Legends speelt en Arcane kijkt dan... Uh, zijn dit wel leuke dingen. En er komt weer een nieuwe gacha-achtige ding, dat je kistjes kan openen en je geld kan uitgeven. Wow. Wow, ja, je ja. verwacht het niet. En ik heb ook nog, en dan ben, daarna ben ik, ben ik zo bijna, bijna klaar. Heb ik de, de Warcraft Battle Chest gespeeld. En denk je, wat is dat nou? Ja, dat is Warcraft 1, 2 en 3, uh, remastered. En uh, ja, 1 en 2, daar ben ik eigenlijk ben ik kort ingedoken en was ik wel klaar mee. Dat was wel echt heel erg verouderd. Maar het zit, zit wel in een nieuw jasje. Dus ja. Eigenlijk alleen leuk als je denkt van ja, ik wil het originele Warcraft verhaal nog wel een keer doorlopen. Die nostalgie ophalen misschien. Ja, dat. Uh, want ja, het zit wel in een, in een nieuw jasje, dus een soort opgepoetst oud. Ja. Maar de klunkiness de, de zitten er nog wel in. En Warcraft 3 is wel echt uh, ja, wat meer vernieuwd. Warcraft 3 Reforged is dat dan. Heeft nu de 2.0 update gehad. En dat draait nu gewoon als een zonnetje. En uh, ik heb dan ook wat custom games gedaan. Dan kun je zo Tower Defense doen en. Uh, uh, Auto-battler en dat maken de spelers van die game, die maken dat helemaal zelf. Dus dat is heel erg cool. Um, uit de originele Warcraft 3 is bijvoorbeeld ooit Dota ontstaan. En daaruit is League of Legends ontstaan. Ja. Dus dan is het weer ja, helemaal we het vorige week ook week ook over gehad? Hebben we dat vorige ja. week ook over gehad? Ja. toen wow. had je ook uh, Battle Chester gespeeld. Ja. Oh ja, klopt. Toen zijn we nog uh, Dota is daaruit ontstaan. Oh ja. Nou, nu heb ik dus Warcraft 3 ook gespeeld. En het leuke aan Warcraft 3 vind ik is dat je hebt een, uh, een hero poppetje. Dat kan bijvoorbeeld uh, Thrall zijn, dat is in de eerste missies. Uh, en die heeft dan ook nog speciale krachten die je kunt inzetten in gevechten. Want normaal met een RTS dan stuur je gewoon je, je, je manschappen op je tegenstander af. En dat is het een beetje. Ja, je kunt natuurlijk nog op micro-level je personages goed neerzetten. Uh, maar vooral kun je ook voor zeggen van... Oké, okay, gebruik Chain Lightning of uh, review een stukje van de map. Nou ja. En zo kun je zo extra krachten meegeven. En er zitten ook bijvoorbeeld quests op de map die je kan doen. En dan kun je bijvoorbeeld een healing uh, well vrijspelen. Uh, en het is gewoon een heel erg vet verhaal. Want uiteindelijk heb je dan de conclusie met uh, Arthas... Dus ja, dat ben ik nu ook een beetje aan het doorspelen. Het is echt wel uh, een aanrader als je Warcraft leuk vindt. Uh, ja, een beetje fan van het genre comment was dat, maar... Uh, <laughs> ja, ja, leuk als je Warcraft... Ja, uh, Warcraft 3, leuk als je Warcraft <laughs> leuk vindt. Ja. ja, ik denk dat er heel of veel mensen mee, zijn we? die bijvoorbeeld alleen World of Warcraft hebben gespeeld... en deze games nooit hebben gecheckt. Ja, dan is het wel zeker de moeite waard gewoon okay. puur om al meer te leren over het, uh, over het wereldje. En je kan het ook gewoon spelen als je niet echt een doorwinterde RTS fan ja ja het is niet heel heavy en je, kan, je hebt gewoon een story mode en je eigenlijk niet uh, af kan gaan hey, en heb je die film ook gezien van Warcraft zeker vond je die goed ik ben bij de Nederlandse première geweest oh, ja ik vond, oh. ik vond hem goed ja, die Nederlandse première sloeg echt <laughs> stelde niet veel voor Er oh. dat was een heel versum in die bioscoop uh, dan denk je echt uh, Royal Loper E-listen, uh, celebrities... Uh... ja Jaraski die was het oké okay. ja, ja. Nee, ik was met Blonkie en Sebas en zo. Maar het uh, was niet heel bijzonder, maar het was wel leuk. Uh, nee, ja, dat vond ik een leuk film ja. Okay, maar dat nou ja. vooral ook door de verwijzingen en zo. Ze hebben wel de verkeerde keuze gemaakt met het verhaal. Ze hadden niet uh, orcs en humans moeten kiezen, maar iets anders. Maar goed. Uh je ja, vraag hoor ik dat jij het uh, niet leuk vond. Nee, ik heb het nog niet gezien, oh. maar ik, ik heb er een beetje een hard hoofd in, want ik weet hoe dat gaat ja. met uh, videogame filmen. Ze hebben gewoon niet het juiste verhaal gekozen en het is vooral heel leuk omdat het echt vol zit met verwijzingen die je kent en dat als je... maakt het eigenlijk wel beter. Ja, voor, voor mij voor mij wel, ja. 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 Uh, en ik heb onze Patreon game uitgespeeld. We gaan dus vanaf 1 januari beginnen met onze en Benelux Patreon. Halleluja, eindelijk. Ja. Um, de eerste game die we samen gaan uitspelen en bespreken, dat is Uncharted 2. Ik weet dat heel veel mensen in onze Discord ook inmiddels zijn begonnen. Uh, nou goed, ik ga dus nog niks vertellen over wat ik ervan vind. Want dat gaan we doen op Patreon. Video's moeten ongeveer een half uurtje worden waar we helemaal deep dive gaan. En stel ze worden een uur ook prima. Um, en ik weet dat Sjaak inmiddels ook is begonnen aan Uncharted 2. Dus ja, luister jij nou en denk je van oké, okay, ik wil ook samen met jullie. Uh, een toffe film en een toffe game elke maand checken. En die gaan bespreken, ja, check dan onze Patreon uh, in januari. Er komt later nog veel meer informatie naar buiten over wat we nou nog precies meer gaan doen. Want dat is niet het enige wat we gaan doen en wat het allemaal moet gaan kosten. Maar uh, wil je alvast voorbereiden, net als dat wij doen met door Uncharted 2 uit te spelen, dan uh, zou je dat ook kunnen doen. En sowieso is het ook wel een uh, ja, game die goed uit te spelen is in de kerstvakantie. Ja, en een uh, game die wat mij betreft gewoon een keer in je leven gespeeld moet hebben. Ik heb hem vroeger als kind, want zo oud is die game, heb ik hem ook uitgespeeld in de kerstvakantie namelijk. Toen kreeg ik hem van Sinterklaas. Nou, ik en toen nu, uh, uiteindelijk hem, in de, ja, de kerstvakantie heb ik hem uitgespeeld. Ik heb toen een keer, uh, toen mocht ik dat nog helemaal niet spelen van mijn moeder. En toen heb ik dat, het uh, was er zo'n deal. En toen was ik erachter dat je uh, gewoon naar de winkel kon gaan en Playstation kaart kon halen. En dan was hij tien euro. <laughs> zo, jij <jou> was <laughs> toen, echt slim. Ja, en toen oh, uh, heb we hem gekocht. Toen was ik, wat was ik? Acht of negen of zo. In mijn tijd hadden we dat allemaal niet op PlayStation-kaart en zo. Ja, wij wel, hè. Uh, of, of tenminste, ja. We, PS3 werd het geïntroduceerd. Ik mocht ook wel. geen RuneScape-membership, bijvoorbeeld. Ja, dan kocht ik gewoon een wall -e -kaart en ja. dan, uh, Of dan ging ik eerst geld pinnen. En dan daarna kocht ik een Wally card -e Want ja, anders konden die ouders zien van... Wat uh, koop jij allemaal uh, voor rommel? En dan... Uh, ja, nou ja, uiteindelijk heb je toch uh, cashgeld nodig. Ook als je, weet ik, van een frikandelbroodje wilt kopen ja, of zo. Dat... Uh, ja, ik speel dat supermarkt. gewoon op. Dan kon ik gewoon een spelletje halen of... Uh... Ja, precies. Ja, wat wat te kreeg te je ook weer dan. voor Runescape membership? Wat kreeg je dan? Een speciale server, toch? Membership. Uh, ja, server. je had sowieso bepaalde servers, maar ook echt. Ja, als je normaal geen membership had, dan had je maar uh, 10% van de quests uh, beschikbaar of zo. En dan met memberquests erbij kon je veel meer rewards. Uh, de wereld was veel groter. Je had eigenlijk als non-member maar een klein gebiedje waar je in kon zijn. En dat was 5 euro'tjes, maar toch? Of zo, member? Ja, op het begin was dat gewoon 5 euro per maand. ja. Ja, prima later dat het een tientje werd of zo. Ja, mooie tijden, RuneScape. Ja. ja. ja zeker. <laughs> dat ja. heb ik dan weer net niet meegemaakt. Dus, uh... Nou, kan nog steeds, hè? OSRS, nog steeds populair. Is nog steeds heel leuk. Ik, ik zie het uh, tegenwoordig op TikTok uh, zie ik het heel veel voorbij komen. Ik speelde niet eens meer of zo, maar... Uh, tenminste, al een aantal uh, maandjes niet gespeeld. Um, eens in de zoveel tijd pak ik het natuurlijk wel weer op. Maar nu opeens zeg ik weer TikTok livestream. Uh, echt best wel veel Nederlanders die het ook spelen. Hm. Ah, best wel leuk om te kijken, we wel. Ja, best een grote fanbase. Ja, nice. Een heleboel mensen ook die dan gewoon even een paar maandjes spelen... en dan weer uh, even wegleggen en dan uh, spelen ze het weer even. Ja, Zo'n League of Legends streamer die ik wel eens kijk... die, uh, die speelt altijd OSRS uh, ja. on the side als hij in queue zit... of soms als hij dood is en terug moet lopen naar zijn lane... dan klikt hij nog snel op een boompje om die te hakken. Oh, en, uh... ja. ja, dat is slim. Ja, je kan het, het is gewoon een hele goede game om uh, even on the side te spelen. Je kan uh, bij wijze van spreken als je thuis werkt... zet je een tweede monitor neer en dan kan je gewoon een boompje omhakken. En dan krijg je ook... Je kan ook instellen met... Uh, Zo'n speciale uh, applicatie. Uh, dat is gewoon allemaal legaal. Dat is, die hebben ook samenwerking met uh, RuneScape. Van dat je een melding krijgt als je idol bent. Dus dan weet je van, oh, ik ben geen boom meer aan het hakken. Dus dan mo ik moet ik weer een nieuw boom aanklikken. <laughs> nou, leuk. Ja, dat is dan een, leuk, een leuke game volgens mij. Ja, ik mag er niks over zeggen. Want ik speel voor de honderdste keer wel Classic. Ja, ja dat is ook. Uh... Nou ja, dat is wel leuk aan uh, oldschool RuneScape. Er worden gewoon de hele tijd uh, nieuwe quests en content uh, worden toegevoegd. En dat is dan alleen als de community ermee eens is. Dus dan heb je nog steeds die ouderwetse stijl. Maar wel gewoon nieuw content. En dan zie je ook dat ze ja, eigenlijk met die oude tools die ze hebben. dat ze zichzelf nog steeds opnieuw weet uit te vinden. Echt een nieuwe quests die veel dieper gaan dan. ja, dan dat de quests vroeger gingen. Dat vind ik ook cool. Ja, heel vet. Ja, doen ze goed. En dus, ja, ze hebben nog steeds dat Runefest elk jaar waar heel veel mensen op afkomen. Ja. En uh, gewoon enorme spelersaantallen. Zeker. En ja, dan worden ook weer uh, dan nieuwe raids bedacht en uh, nieuwe bazen. Uh, je game hoeft geen 4K ray tracing uh, nee, te hebben. Oh nee, het moet gewoon een, uh, leuk zijn. een goed gevoel uh, hebben. Uh, leuk gameplay zijn, first. Ja. ja. Uh, Lorenzo, wat heb jij nog gespeeld? Ik uh, heb. Uh, ja, dat is misschien wel een leuk verhaaltje om te vertellen. Ik, uh, ik ben. Uh, ja, ik had een beetje gezeikt met Meta. Um, de Facebook-eigenaar, uh, bedoel je alvast? Ja, ja. ja. Uh, die hebben natuurlijk die VR-brillen. Uh, en die hebben echt gewoon een paar hele leuke games. Alleen werkt het bedrijf altijd niet helemaal lekker mee. Um, dus uh, ja, Meta die dacht dat er iemand uh, van onder de 13 op mijn account speelde. En uh, daardoor werd mijn uh, account eigenlijk gewoon direct geblokt. Of geschorst, zoals ze dat noemen. En hoezo dacht Meta dat? Ja, uh, ik denk, uh, ja, mijn broertje, die laat ik er wel eens op spelen. En die, uh, ja, ik, dus, ja het maakt ook niet uit. Dat <laughs> En uh, ja, die heb geloof ik uh, wel eens uh, zijn vriendjes laten spelen, en die gaan dan online spelen, en dan schelden ze op elkaar uit, en dan, uh, <laughs> nou, dan krijg ik meta dat te horen, en dan, uh, dan krijg ik een mailtje, en toen opeens was gelijk mijn Instagram account ook geblokt. Ik denk, God, ik denk, nou, <laughs> ja. gaan we dat ook krijgen? Nou, dus ik dracht eraan, en uh, maar ik blijf maar mijn ID uploaden, maar dat wordt niet geaccepteerd, en ik heb op alle mogelijke manieren printer ingescand, foto's gemaakt, weet ik veel wat rijbewijs geprobeerd. Uh, toen heb ik nog uh, met een creditcard geprobeerd te verifiëren. Nou, dat is allemaal niet gelukt. Oh. Sorry dat ik zoveel... Uh, ik ga straks <laughs> ook even sluiten. want ik lekker verkouden Ja, het is geworden. verkouden uh, weer, hè? Ja, INS, sotterin. <laughs> dus, uh, nou ja. Dus, uh, nou, na bloed, zweet en tranen een maand lang mijn account geschorst. Niet op Insta gekund. Wel heel goed voor me trouwens, want ik kon, kon ik even afkikken. Je, maar, je, je uh, hebt jezelf helemaal teruggevonden. Ja, dat zeker. <laughs> maar ik heb ook een paar hele, 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 hele boze mails naar Meta gestuurd. Heb geen nut, want je de klanten. Klantenservice... Ze zien het toch niet. Nee, de klantenservice zijn gewoon bots. Al dus de reden waarom ik zo boos was dat ik niet geholpen werd. Nou, uiteindelijk, uiteindelijk Mark Zuckerberg aan de telefoon. Dat ja, was maar zo'n feest. Nee, uh, uiteindelijk had ik nog één laatste keer mijn ID proberen te uploaden. En tada, daar had ik mijn account weer terug. En toen kreeg ik nog een mailtje van zo'n bot. Ja, is je... ik zie dat je account weer op actief staat. Kan ik het de case nu solven? Ik zeg ja, ik zeg alles is weer gelukt. Nou, oké, okay, excuus voor het ongemak. Hier heb je 50 euro in je wallet. Nou, ik dacht. Waar kan je dat aan uitschrijven? Nou ja, in de Metastore, heel veel games. Ah, oh, oké. Okay. Dus, ja, ja, uh, dat, dat is op zich nog wel chill. Dus, uh, nou, ik denk, nou even kijken. Ik wilde heel graag die Batman Arkham game spelen voor Meta. Ja, maar die is niet op Meta Quest 2. Exact, dus dat werd hem niet. Nou, het ging ik even doorkijken. Toen heb je de, Nou, Metro Awakening uh, scheen best wel goed te zijn. En uh, eentje die ik al heel lang wilde spelen. The Walking Dead, Saints and Sinners. Uh, dus die heb ik gekocht. Um, nou, ik heb de intro gespeeld. Ik ben niet heel ver gekomen. Gewoon mede omdat die uh, batterij uh, van de Meta Quest 2 niet heel geweldig is. Wil je dan niet de drie halen? Uh, nou, vind ik, een beetje, uh, ja, ik speel niet heel vaak VR. Dus ik vind het een beetje geldspilling eigenlijk. Maar vergeleken met wat ze kunnen is de drie wel een stuk beter. En betere graphics ook. Maar goed, dit speelt nog steeds gewoon lekker. Ja, Ik speel er een beetje Blades and Sorcery op. Uh, ja, dat was ik dus ook heel erg gewend. Dat is gewoon echt, je gaat met een zwaard en uh, krachten ga je erop en je kan iedereen zonder moeite neerhakken. Alleen dan ga je naar The Walking Dead. Ja, dat is wel wat meer survival. Dus ja, je begint op een graveyard en uh, je, hebt een be ja, je begint met een schroevendraaier en een mes. En dan uh, had ik een soort pack gekocht. En dan kon je in je trailer krijg je dan ook die, die gun van uh, Rick Grimes uit de serie. Um, nou, maar het ding is dus, je kan hier niet zombies slaan of neerhakken of weet ik van wat. Ja, het kan wel, maar dan moet je wel de juiste tools hebben. Als je ze dood wil maken, net zoals in de serie, moet je ze echt doorboren in hun schedel, zeg maar. Zo. En dan moet je ook hard, want het gaat niet even zo erin. Nee, je moet echt hard, <laughs> hard, uh, nou ja, dus je slaapt bijna je tv kapot. en maakt ja. een uh, gebaar met zijn vuist. <laughs> je je echt heel hard uh, in de schedel. Gaan. Heel hard. <laughs> dus uh, ja, dat, dat, uh, dat was wel even lastig, want ik speelde hem dan natuurlijk op ja, wel dat, wat moeilijke difficulty. Ik denk, nou, ah, dan dus moet je dat ook wel gewoon spelen hierop. Maar op een gegeven moment is, gaat je wapen dus kapot, heb je geen ammo meer. En dan komt er een hoorde zombies achter je aan, terwijl je een quest probeert te doen. dus ook wel leuk. Uh, het is wel een soort RPG, dus je kan wel gewoon met mensen praten en uh, uh, oh. keuzes maken en dat soort dingen. Dat is het ook, Saints en Sinners. Dat is een beetje het, het idee van het spel. Of je wordt een saint of je wordt een sinner. Een soort infamous eigenlijk. Ja, ja. Je, een soort, je hebt een soort ander. Ding. Net zoals uh, ja, heel veel armpjes kan je kiezen om de slechte te zijn of om de goede te zijn. Nou ja, tot nu toe was ik de goede. Ik had al een missietje gedaan dat ik. Uh, er was een vrouw en die uh, durfde de eigen man niet dood te schieten omdat hij geturnt was. En toen moest ik dat huis in om die, om die man op te zoeken. Ja, nee. nee dus geen zorgen, ik los het wel. Juist, dan. juist. Dus, ik schiet hem wel kapot. Ja, dus ik ging erachteraan. Uiteindelijk heel goed voor mij dat ik ja heb gezegd, want die vent had een shotgun. Dus uh, had ik ook weer een shotgun. <laughs> um, Alleen dan ga je terug en dan is al je ammo op. Want je hebt heel dat huis gekleerd. En, uh, en ik had nog één schroevendraaiertje in plaats van een mes. Dus dan moet je met een schroevendraaier... Nou, een stuk of twintig zombies gaan neersteken. Ja, dat wordt lastig. Ja, dat wordt heel lastig. Want dan drie zombies is die schroevendraaier kapot. En dan moet je gaan rennen. Nou, het werk, uh, de game werkt ook heel erg met stamina en zo. Dus dan... Uh, ja, dan, dan kan je wel rennen, maar je stamina raakt op. En ook als je gaat steken, raakt je stamina op. Dus nou, dat, ja, dan ben je de Sjaak. En dan... Uh, Kom je aan bij die, bij die questgiver. En dan word je gewoon opgegeten terwijl je met diegene staat te praten. Ik nog stiekem de hoop dat het game, dat het game een beetje zo oud was, dat het dan de game op pauze gaat, weet je, wel, als je gaat praten. Maar dat was dus <laughs> niet zo. Dus uh, ja, de, nou, toen ging mijn batterij leeg, toen dacht ik ook wel, ja, weet je, whatever. Maar goed, het verhaal uh, is, vind ik wel op zich interessant. Het is, zit leuk in elkaar. De graphics zijn niet uh, je van het, zeg maar. Maar uh, ja, ik ben wel. Uh, ik geloof dat de storyline van een Uurtje of 18 is of zo. Ja, ik ben wel benieuwd uh, hoe dat verder gaat. 8 uur in 4 jaar, dat is al lang. Eigenlijk. Ja, dus je moet het ook echt in delen gaan spelen. Ja. Hoor. Daarom is het ook wel goed dat die batterijleven niet zo heel... Uh... <laughs> ja. ja, ik had al een naja mode uitgezet. Want als je dan gaat lopen, dan krijg je zo'n soort cirkeltje om je ja, ja, dat wil ik niet. Ik wil gewoon om me heen kunnen kijken als ik aan het lopen ja, ben. Ja, dat is wel lelijk anders, ja. Dus, uh, dus ja, dat, uh, dat vond ik erg, uh, erg leuk. Uh, nog een beetje Blade Sorcery gespeeld. Maar ja, dat is niet uh, interessant en noemenswaardig. Ik vraag even aan Tom, mag jij het hier überhaupt over hebben? Ja, het staat op de site, jongen. Oh, Oké, okay. ga maar even je neus snijden. Ja. En, zo ja, gaan Tom, en eh, Tom en ik het wel daarover. <laughs> je hebt, uh... ja, ik heb ook een uh, game gespeeld waarbij je goede en slechte keuzes kunt maken. Namelijk Avout. <laughs> want je had hem niet in het lijstje gezet en nee. net zet je hem opeens erbij. Ja, nee, ik was er vergeten van uh, ja, dat is dan een game die je dan niet dagelijks speelt. Maar gewoon uh, een sessie van een aantal uur. En dan vergeet je dat een beetje. Dus, uh... Ja, want even, about, uh, dat uh, komt natuurlijk pas, uh, wanneer is het? Februari. Ja, februari ook, ja. Februari is sowieso een uh, ja, stacked maand. Er komen een heleboel goede games uit. Uh, Monster Hunter, uh, Kingdom Come, Deliverance, Assassin's Creed. Uh, maar ook een fout. Ja, jij en, hebt hem al mogen spelen. Ja, mensen zijn echt lyrisch. Ik ben zelf ook best wel uh, positief over. Sowieso uh, nou ja, is dit natuurlijk best wel een uh, goede studio. Het is gemaakt door Obsidian Entertainment. Um, ja, die hebben eerder bijvoorbeeld de uh, Outer Worlds gemaakt. Uh, Pillars of Eternity, dat soort uh, games allemaal. Uh, nou, die heb ik dan niet gespeeld, maar ik heb wel Pentament gespeeld. En dat vond ik echt een uh, ja, fantastische game. Ja, en en... Pentament was wel een vreemde eend in de bijt bij de studio. Uh, ja, heb... zeker. Ja, kijk, over het algemeen de games die ze maken, die komen redelijk overeen. Dat zijn gewoon RPG's in een open wereld. Uh, je kan met allerlei mensen praten, gesprekjes aanknopen, sidequests. Uh, normale quests. je keuze hebben echt invloed. Uh, en Pentament, dat was gewoon... Ja, een soort van uh, 2D eigenlijk. Dat was... Uh... Maar ja, inderdaad, verhaal stond wel centraal. Ja, verhaal technisch was dat uh, heel hoogstaand. En ook dialoog was heel goed. Ze had echt wel een heel eigen stijltje daarvoor uh, gecreëerd. Dus daarom sprak dat mij zo aan. En ja, dat is sowieso een, uh, een game die ik echt wel iedereen kan aanraden. Zeker als je ook uitkijkt naar Avout. Omdat ja, er zit wel een aantal gelijkenissen uh, aan, maar... Het is natuurlijk een hele andere game, maar als je dan het dialoog uh, ja, nog een beetje weet uit Pentiment, dat komt ook wel weer een beetje terug in een Het heeft natuurlijk wel een andere game director, maar over het algemeen um, is dat wat gelaagder dan in een reguliere RPG. Normaal gesproken in een RPG heb je het idee van nou die gesprekjes die skip ik allemaal wel even een beetje, en hier heeft het wel echt ja, het heeft wel echt invloed wat je doet, een beetje zoals in Baldur's Gate van, uh, dat je stads ook weer invloed hebben op de dialoog die je voert. Um, en dat je daardoor ook weer andere dialoogkeuzes kunt vrijspelen. Dus ja, uh, als jij, uh, weet ik veel, uh, nou ja, uh... ja... de Ouder Worlds, uh, wat ze eerder hebben gemaakt, dat had dat ook heel erg natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ja. Ouder Worlds was echt uh, een beetje een soort Fallout-kloon. Ja, een ja. hoge well, perception Als je een hebt of zo, dan kun je weer uh, ja, en... een of andere companion meenemen die normaal gesproken niet kunt meenemen. Nou, en afhoud, ja. dat, uh, um, dat is dan, noemen mensen dan nu weer ja, heel als... kort door de bocht, de Skyrim-kloon. Ja. ja, is het ook wel een beetje? Ja. uiteindelijk uh, komt het daar wel een beetje op neer. En ik denk dat mensen die ja, hunkeren naar de Elder Scrolls Online. of uh, nou ja, niet per se online, maar gewoon de Elder Scrolls 5 eigenlijk. Uh, ja, en daar natuurlijk nog een aantal jaren op moeten wachten. ja, die kunnen prima aan de slag met deze game. Uh, dan ga je wel een beetje in je trekken komen. Ja. Um, wat, wat heb jij gespeeld in Afhoud? Uh, wat voor klas, uh, wat voor ras? Kon je daaruit kiezen of kreeg je iets voorgeschoteld? Ja, nou ja je begint gewoon eerst in de character creator. en Dan uh, maak je helemaal uh, je personage naar wens. Uh, en dan ki kies je ook een achtergrond. Uh, ja, en voor de rest, je kiest niet echt een klas. Het is dus meer een achtergrond van... Uh, ben ik een, uh, ja, weet ik veel, een uh, professor of een, uh, een krijger? Of kom ik van adel? Of... Uh, uh, ben ik een war hero? Dat soort dingen kun je allemaal uitkiezen. Um, en daarna kies je een aantal stads. En voor de rest kun je gewoon uh, ja, zelf kiezen met welk wapen je aan de slag uh, gaat. Dus niet zozeer een klas. Ik had wel een beetje die statistieken zo ingeschoten. dat ik meer uh, ja, een beetje de Mage-kant op ging. Dat vind ik dan toch wel een beetje interessanter. En uiteindelijk was ik wel blij met die keuze. Um, ja, helemaal op het begin pak je een soort van mace op. En later krijg je ook wel een soort van spells en je krijgt een boog. Dus je kunt zelf een beetje kiezen van... Nou ja, ga ik echt uh, full warrior? Ga ik een boogschutter worden als Legolas? Of uh, toch meer een beetje die tovenaarskant op? En je kan het dus ook een beetje combineren. Dus uiteindelijk uh, liep ik met in mijn linkerhand uh, een knots. En uh, rechterhand, daar gingen een beetje die spels uit. En dat vond ik op zich wel een, uh, ja, een fijne combinatie. Is het dan nog first person dit? Nou, ja, je kan dus kiezen. Dus ja, mocht jij first person helemaal niks vinden in dit soort games... dan kun je ook third person... Ik zag dat een heleboel mensen daar uh, blij mee waren. In eerste instantie had ik helemaal niet door dat het uh, kon. Dus pas heel laat kwam ik daarachter van oh, nou, ik kan ook gewoon third person. En dat is op zich, ja, is op zich ook wel vet dat het kan. Maar zelf uh, speel ik dat toch liever first person over het algemeen. Ja, ik ook wel sowieso bij dit soort games. Dat, uh... ja, ja, ik kan me ook voorstellen dat je dit uh, third person speelt hoor. Maar uh, ja, wat ik nog weet van vroeger, zo, uh, van, die, van die obsidian games van Fallout en van, uh, van uh, ja, Elder Scrolls dan. Dat je een beetje, als je dan. Het third person ging, dat die camera gewoon heel, heel vervelend was. En dat ook je poppetje gewoon heel raar liep. Wat een beetje eigenlijk al de hele realisme van het spel afhaalde voor mij toen de tijd. Ja, ja. En ik hoop dat, ik denk dat ze dat tegenwoordig wel wat verbeterd hebben. Dus ik denk dat het daarom ook mensen wel wat sneller op third person gaan spelen. Mensen vinden het wel leuk met third person dat ze bijvoorbeeld de outfit die ze dragen, die ze dragen dat ze die dan ik kunnen zie zien. Dat, ja. ziet, dat ja, vinden ja. ze eigenlijk het leukste. Dat snap ik wel. Ja, en natuurlijk, ja, je maakt je eigen poppetje en als. Ja, als je dan de hele tijd in first person bent, dan zie je die eigenlijk geen enkel moment oh, ja. van de game. Dus af en toe een klein beetje switchen, dat uh, is op zich, kan ook wel een beetje charme hebben. En qua, ra qua ras ben je dan je, ben je altijd een soort mensachtige of kun je ook een, een salamander zijn? Of, ja, het is wel echt fantasy, toch? Ja, het dus is ja. heel erg fantasy. Het is echt wel uh, high fantasy sowieso. Ja, in die wereld kom je ook allerlei verschillende wezens tegen. Je vecht met beren, je vecht met uh, ja, gemuteerde mensen. Het verhaal is eigenlijk een beetje zo. Uh, ja, je bent uh, de envoy en je bent gestuurd door uh, ja, de keizer van een bepaald uh, volk um, naar een continent waar een soort van uh, ja, mensen, mensen die raken in de war. Een beetje zoals in The Last of Us, dat mensen ja, gemuteerd uh, raken door uh, paddenstoelen. Dat heb je ook een beetje in ervoud dus in die zin komt het een beetje overeen. En jij moet dan onderzoek doen naar hoe dat eigenlijk komt en ja, waar is dat ontstaan, hoe is dat... Uh, zo gekomen dat die mensen op hol slaan en dat die mensen opeens met, ja, beginnen met aanvallen, weet je wel, dat soort dingen. Um, maar tegelijkertijd uh, ja, hebben die mensen die op dat continent wonen, het idee van dat die keizer uh, ja, een beetje hun land wil overnemen. Dus ja, mensen zijn een beetje uh, achterdochtig van uh, ja, wie ben jij nou eigenlijk? En uh, ja, wat kom je doen? Dus uh, ja, je hebt altijd wel een soort van uh, vijandigheid daarin. Maar je kunt mensen ook weer een beetje voor je winnen. Uh, dus dat is op zich wel interessant. En je speelt ja, sowieso wel een mensachtige... maar je kunt het echt wel uh, ja, zo gek maken als je zelf wilt. Ja. Omdat je ook een soort van... Ja, dat noemen ze dan godlike uh, features of zo kun je toevoegen. Dus uh, ja, je kan echt wel een... Uh, ja, als jij wil, kun je gewoon een bizar uiterlijk uh, kun creëren. Ja, zo'n zo, een... zo lelijk poppetje kun je ja, maken. Ik ja, had echt een heel lelijk poppetje gemaakt. Gewoon, uh, even kon, om dat te dat kijken van Ballers wat... Uh, eigenlijk. Ja, zeker. Maar ja, je, je hebt niet... Uh, dat je dan ook daadwerkelijk een ork bent of zo. Nee, precies. Oké, okay. okay, goed om te weten. En uh, de gameplay zelf, hoe voelde dat? Want je zei je vond de vond je wel fijn om te gebruiken. Dat... Ja, de uh, vond ik echt uh, top werken. Um, sowieso boogschieten en spels, uh, ja, was echt fantastisch. Sowieso is dit nog wel een beetje het begin van de game. Dus je bouwt je personage echt wel uh, ja, helemaal uit. En je merkt ook wel van, ja, je hebt echt allerlei verschillende skill trees... die dan uh, dingen kunnen verbeteren. En dan naarmate hij verder komt, begint die combat ook wel wat gelaagder te worden en uitgebreider. Op het begin is het allemaal nog een beetje op, nou, oppervlakkig. En wat ik zelf merkte was dat die hand-tot-hand uh, hand combat... <laughs> ja, dat vechten gewoon echt met zwaarden en wapens. Dat vond ik niet heel erg fijn werken. Dat ja, had ik in Skyrim misschien ook wel al een beetje. Dat die, ja, die klappen die je geeft, die komen misschien niet helemaal erg aan. Zoals dat misschien met een... Uh, ja, weet ik van God of War dat dat wel zo is, weet je wel. Net niet uh, satisfying genoeg. Nee, net maar. niet satisfying genoeg. Wel iets beter dan uh, Skyrim wat dat betreft. Nou, dat mag ook wel zijn, want jaartjes verder. <laughs> um, dus dat sprak me niet heel <laughs> erg aan. Maar de, ja, de spels en uh, het boogschieten, ja, dat vond ik wel heel erg vet werken. Uh, met boogschieten heb je ook een soort van... Um, <laughs> ja, je hebt een soort van uh, critical hit marker. En die zie je dan... Ja, op de tegenstander. Dus als je echt een bepaald puntje raakt op ze, dan doe je veel meer damage. En dat is dus echt wel ja, vrij moeilijk om dat te raken. Dus dan moet je gewoon een beetje je best doen om echt nauwkeurig uh, ja, te zitten En daarmee lijkt ze dat ja, daadwerkelijke zitten waarbij je echt goed moet richten. Een soort van, ja, naproberen te bootsen. Dus dat vond ik wel cool gedaan. Nice. Ben je, ben je nu uh, positief uh, gestemd over een fout? Denk je van, ja, dit wil ik echt gaan spelen als het uitkomt? Toch? Ja, zeker. Ja, van tevoren dacht ik nog van, uh, nou ja... Ik vind het een beetje generiek oog allemaal. En ook die ja, trailers en gameplay Dives. Daarna dacht ik van. Ja, ik weet niet. Het sprak me nooit heel erg aan. En ook die wereld best wel generiek. Het is is, ook gewoon wel weer een fantasy. Ja, al, beetje. We Zo dacht ik er van. ook een beetje over. Maar nu ik het heb gespeeld, is die gedachte wel een beetje uh, veranderd. Oké. Okay. Um, het ja, heeft wel echt veel meer uh, ja, vet om de botten dan je op het eerste, uh, ja, eerste gezicht eigenlijk ziet. Um, als je het speelt, dan merk je eigenlijk pas hoe goed het is. Uh, en dat komt terug in het dialoog, in het verhaal dat je eigenlijk meteen geïnteresseerd maakt. Uh, eigenlijk met de eerste mens die je spreekt uh, in de game, denk je al van, oh ja, ik wil wel weten wat die meer aan de hand is. Dit is wel een, ja, een mysterie waar ik meer van af wil weten. Uh, dus dat sprak me sowieso heel erg aan. Ik wil weten waar het verhaal naartoe gaat. Um, en die combat is ook gewoon best wel vet. Dus uh, ja, al met al toch wel een game die uh, iets hoger op het verlanglijstje is uh, gekomen voor mij. Ja, want het is een competitieve maand volgend jaar, februari. Ja, dus zeker. Ze gaan zeker. het zeker niet makkelijk krijgen. Nee, um, nee dat niet. Maar uh, over de het algemeen. Stapeldoekjes. <laughs> helemaal toch ja, ja, joh. Uh, nee, inderdaad. Maar niet echt soortgelijke games als dit, denk ik. Ja, je hebt dan Monster Hunter uh, komt nog uit, maar dat is helemaal einde van de maand, eigenlijk weer bijna begin, uh, begin maart is dat eerder. Um, ja, maar voor misschien zit er nog wel wat. Street heb je daar nog een beetje. Ja, ik, ik denk dat er wel wat overlap zit in mensen die bijvoorbeeld een Assassin's Creed kopen en die deze game kopen. Ja, en voor de Recife, uh, Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance, daar is het misschien nog best beste mee uh, ja, op één lijn te trekken dan. Ja, ik denk dat de. Me... Kingdom Come is echt voor de history nerds, heb ik al een beetje het idee. Ja. En die, die, dat zijn denk ik ook wel het type mensen die een afhoud zouden spelen. Ja. Ja, zeker. Het ja, heeft natuurlijk niet zoveel met history te maken. En dan heb je ook nog nee, Zif, maar je weet toch. SIF, als... uh, ja, middeleeuwse setting-achtig zou je het uh, een beetje kunnen noemen. Ja. Uh, dit is dan een beetje eigenlijk een middeleeuwse setting met een beetje fantasy. Uh, mensen lopen ook wel gewoon met zwaarden en zo, dat soort dingen. Dus, ja. Ja, ja. In die zin, ja, dat is wel een beetje dezelfde doelgroep, inderdaad, ja. Uh, maar ook als ik andere previews uh, ja, die tegelijkertijd online gingen, als ik die bekijk, dan. Uh, ja mensen zijn eigenlijk nog uh, zelfs veel positiever dan ik die zeggen echt van uh, ja dit is eindelijk uh, sinds lange tijd weer een game uh, die Xbox een beetje op de kaart kan gaan zetten nou oh, het is wel Xbox exclusive uh, Xbox en PC komt het op uit okay. ik heb op PC gespeeld op CD is van uh, Microsoft tegenwoordig ja, dat is ook zo ja jammer want ja, ik heb P, uh, PS5 uh, gaat het lastig worden ja, dat is wel maar uiteindelijk ooit van, nee komt hij ook op PS5 uit natuurlijk ja dus uh... uiteraard Net zoals Indiana Jones, volgens mij. Die komt ja, ook, uh... dat zal dan een jaartje duren misschien of zo. En dan uh, kun je er ook mee aan de slag. Maar uh, nee, ik denk dat het wel echt een game is die hoge ogen kan gaan scoren. scoren. Ja, heel maar, benieuwd. Ja, nee, gooien moet je zeggen. Ja, heel benieuwd naar. Zeker. Lorenzo, wat heb je nog meer gespeeld? Ik heb uh, oh ja, Detroit Become Human gespeeld. En uh, ja, nogmaals, sorry voor het gesnif. Maar ja, soms word je even verkouden. En dan, uh, ja, het is ziek worden periode. Het is, echt, het is echt vervelend. Dan ga je hier zitten en dan krijg je een loopneus, jongen. Het houdt me niet op. Gewoon lopen, Mag allemaal. Detroit Become Human. Ik, uh, ja, dit, dit stond eigenlijk al zo lang op mijn lijstje, dit spel. En uh, nu heb ik hem toch maar een keer geïnstalleerd. Want hij staat ook op uh, PlayStation Plus. Kijk. Extra of premium? Wat heb je hiervoor nodig om te spelen? Extra. Ik okay. heb uh, extra. Premium is net uh, even te duur voor mij. Maar uh, extra ja. vind ik wel... Uh, ja, dat is een leuke gamecatalogus en daar staat het gewoon in. Moet je wel even downloaden natuurlijk, want streamen dat gaat nog niet met extra. Maar uh, nee, ja, ik, uh, ik heb ook een uh, nieuwe soundbar bij mijn tv thuis. Dus, uh, en dan kan je die speakers eraf halen en dan kan je zeg maar in de hoek van je kamer zetten. Oh en ja, ik weet wat je hebt. Dan, dan uh, van JBL en dan, uh, Zo, oe, dan heb stunten. je een lekkere surround sound. Dus uh, nou, ik dacht, uh, doen we die even aan. Toen we even Detroit Become Human opstarten. Ik heb het samen met mijn vriendin gespeeld. Ik zat gewoon naast. Ja, het is gewoon een spel waar je gewoon wel lekker backseat gaming bij kan doen. En dan, uh... Ja, je kan een beetje zelf uh, of nee, samen die keuzes een beetje doornemen. Precies, dus dat was ook een beetje mijn idee. Nou ja, uh, ja het, 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 uh, ik zit er wel op zich een beetje in. Ik heb er niet zoveel gespeeld. Ik heb uh, ja, we hebben een beetje kennis gemaakt met uh, alle personages en. Uh, uh, ja, natuurlijk uh, Connor, we hebben... Uh, ja, ik ben die naam alweer kwijt. We hebben dat, uh, dat meisje, we hebben die... Uh... Ik heb het nooit gespeeld, dus oh, je moet mij niet aankijken. Nee, ik heb het ook nooit gespeeld. Maar uh, nou, ja, dit... ja, ik, zat, ik vroeg me eigenlijk af, heb jij ooit Heavy Rain uh, gespeeld? Ja, 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 heel vroeger hoor, maar... Uh, dat die was... heb ik dus ook nog nooit gespeeld. En de, dat is al echt een game waarvan ik denk van... Nou, die zou ik ja. ooit nog best wel een keer willen spelen. En je hebt ook nog Beyond Two Souls. Dat zijn... Uh, Drie van ja. die Playstation... Uh, die was wel iets minder volgens mij dan... Uh, die ja, Detroit die hebben een F1. heel apart verhaal. Maar uh, je hebt dus in dat spel de keuze om je verhaal chronologisch te spelen. Of zeg maar zoals het geschreven is. Maar je, ja, als je, je begrijpt er eigenlijk helemaal geen reed van als je het beide kanten speelt. Maar ja, het heeft wel een hele goede cast bijvoorbeeld. Want Willem Dafoe zit daarin. En, ja. uh, maar goed, ja Detroit Become Human is dus eigenlijk een beetje de derde... Nou, wat zeg ik? Derde? Zal, zal het zal nog wel meer zijn. Een uh, beetje een soort van Telltale-achtige games van uh, Playstation zelf. Uh, ja, en ja, Heavy Rain vond ik ook wel goed. Was wel een beetje... Is al heel, heel erg geaged dat spel. Ja, is die niet goed uh, met de tijd meegegaan? Nee, ook een beetje het acteerwerk is ook een beetje... Ja, dit zijn okay. wel games die je moet het echt hebben van het acteerwerk. Dus dit zijn ook vaak, net zoals uh, Until Dawn trouwens. Ja. Die moet het vaak wel hebben van goede acteurs of actrices. Ja. Uh, want ja, er is geen gameplay. Ja, er is wel gameplay, maar dat stelt niet zo heel veel voor. Dus uh, ja, er zit, uh, zitten op zich wel goede acteurs in deze. En het, het verhaal begint wel goed, interessant. Uh, Salvatore Maroney van uh, The Penguin, die speelt er ook in. Uh, ik weet, ik ben even die naam kwijt. Maar uh, ja, dat, uh, het is interessant. Het gaat een beetje over, ja, er zijn zeg maar uh, robots die lijken heel erg op mensen, maar die beginnen ook zeg maar, qua gedrag en emoties meer op mensen te lijken. En ze worden eigenlijk door de mensen een beetje slecht behandeld. Ja, en dan komen ze een beetje in opstand. Uh, dus dan heb je een verhaallijn met uh, een soort uh, android die wordt ingezet uh, bij politiezaken. Dus die is dan heel slim met andere, als er iets fout gaat met een andere android, dan moet die uh, zorgen dat de situatie deescaleert. En dat kan nou ja, door middel van keuzes dus of escaleren of deescaleren. Um, en dan heb je ook nog een huishoudster uh, robot. En die wordt uh, die zit in een soort van abusive uh, gezin, waar de vader heel erg. Uh, ja, de boel een beetje op zijn kop zet. En dan heb je ook nog iemand, uh, een andere ro mannelijke robot, ook een bekende acteur, weet ik ook de naam niet van. Uh, die, uh, die zit bij een wat oudere man in huis. En die, uh, ja, dat is een kunstenaar. En die kunstenaar die helpt hem juist om emoties te ontwikkelen. Dus uh, daar zit nog niet heel veel spanning in, maar uh, het is wel heel interessant. Dus het zijn eigenlijk een beetje drie verhaallijnen die... Tot nu toe door elkaar heen lopen. En ik denk dat die aan het einde wel een beetje bij elkaar gaan komen. Uh, het is wel een PS4-spel. Uh, maar die ziet er wel echt prachtig uit. Uh, en dit is ook niet echt een spel die je op 60 fps hoeft te spelen per se. Uh, dus ja, dat, dat, ik vond het. Uh, ja, ik, ik ben uh, benieuwd. Ik. Uh... Dit is ook weer zo'n, ja, we zijn er weer bij begonnen en nou moeten we het eindigen. Ja, meestal die games die in de PlayStation Collection zitten, dat zijn eigenlijk allemaal wel aanraders. Hè? Ze zitten er ja, niet voor niks in. Ze weten wel wat ze erin stoppen, inderdaad. En het ja. uh, zijn niet games waarvan je denkt, nou, het zou het heel snel oppakken, maar toch. Even toch, proberen. Toch even proberen. Ja, ja goed. En, en tot slot heb ik nog even, uh, ja, dat is niet echt gamen, maar ik, uh, sinds dat wij hier op het kantoor een paar pakjes Pokémon hadden opengemaakt, heb ik toch weer een beetje de, de kriebels gekregen. En dan zag ik dat ze bij de Dirk van de Broek Pokémon uh, oh, promo-packs verkochten oh. voor 4 euro. Dus ik dacht, nou, heb ik even drie van gehaald. En, uh, wat voor packs waren dat dan? Dat was Paradox Rift, Scarlet en Violet, geloof ik. En nog eentje, maar die weet ik niet uit mijn hoofd. En zat wat in? Nou, uh, toch wel. Ik was 10 euro kwijt. Nou, 12 euro voor, voor drie packs of zo. En dan zitten er dus elk, bij elke een kaart. Een muntje en een pakje. Oh, dat zijn die. Okay. Dus uh, nou, die promo zijn, zo, die zijn geen reet waard, maar die zijn sowieso wel mooi. Leuke, leuke holo's hebben ze. En uh, nou, die pakjes had ik uh, één kaart van 1EX van, uh, van 30 euro. Maar die, zo! Ja, en een PSA 10 is die dan 75 euro. Maar ik vind dat net niet waard voor die 30 euro om hem op te sturen, weet je wel. Maar goed wie weet. En nog, uh, nog een EX. En die was dan 15 euro waard. Dus ja. zich... Ze zeggen ook meestal: je moet niet voor de waarde pakjes openmaken. Maar omdat je het leuk vindt. Natuurlijk. Ja, dat is ook zo. En ik vind het ook hartstikke leuk als er weer een mooi kaartje bij zit. En, uh, ja, ik ben weer een beetje een stapeltje aan het opbouwen nu. Dat vind ik wel leuk. Dus, ja, je weet dat ik het spelletje ook een keer oppak. Uh, Echte TCG uh, gaan spelen. Dat lijkt me ook wel leuk om. Ja, is maar... ook leuk hoor. Pokémon uh, heeft ook leuke toernooitjes. Dus ja. Maar ja, Wij vinden Wampies gewoon net uh, iets leuker. Ja, dat is misschien ook wel wat, voor, wat meer gevorderd, of ja. niet? Ja, nou. het is wel iets ingewikkelder dan Pokémon, heb ik het idee. Ja, maar het is ook alweer uh, re redelijk makkelijk op te pakken. Wij spelen nu uh, een halfjaartje. Ja. ja, precies. Ja, ja het is, ik heb ook gewoon meer met Pokémon dan met One uh, Piece. Dat, helpt, jou, ook. dat is, helpt ook, dat helpt ook. Laten we naar de nieuwsonderwerpen gaan, jongens. Maar eerst nog even ons sponsormomentje. Uh, we werken nog steeds samen met de camera-apparatuur van Sony. We hebben hier de Sony FX3 staan. Dankzij die camera kun je onze mooie bekjes zien op YouTube en Spotify. Ja, ook op Spotify hebben ze tegenwoordig een videoplayer. Uh, de kwaliteit uh, daarvan is natuurlijk gewoon erg goed. Uh, thuis hebben we de ZV-E1 staan. Daar maken we de TikTok-content mee. Uh, wil jij nou nog... Uh, uh, vette beelden maken op je vakantie? Wil je gaan vloggen? Uh, wil je misschien gaan streamen? Check dan zeker de website van Sony voor alle apparatuur die ze daar hebben. Nieuws op, nieuwsonderwerpen, jongens, waar ik mee wilde beginnen was uh, eigenlijk die van PlayStation. Ik denk wel uh, ja, het meest bijzondere nieuws van de week. Dat ze werken aan een, uh, ja, een soort opvolger van de PlayStation Vita of de play, van de PSP. Het is maar wat je, wat je wil kiezen, denk ik. Want ze willen uh, gaan concurreren met Nintendo en Xbox. Xbox heeft al aangegeven dat ze ook aan een handheld werken. Um, nou goed, uh, Switch is natuurlijk wel echt de uh, ja, one and only marktleider in wat ze doen qua handheld gaming. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hè, als PlayStation zegt van oké, okay, we gaan een handheld maken en daar moeten PS5 games op draaien. Dan ik denk ik van ja, hoe gaan ze het voor elkaar krijgen? En hoe, gaan, hoe goed gaan die games erop draaien? Ja, nou ja, hoe, hoe gaan ze het voor elkaar krijgen? Dat is op zich uh, niet het grootste probleem toch? Je hebt de LiX, uh, je hebt de Steam Deck, uh, die draait dat soort games ook gewoon prima. Ja. Dus in principe is dat wel mogelijk. Maak je uh, geen zorgen over dat nee, het allemaal goed rijdt. Nee, maak er geen zorgen over. En nee, ze hebben ook best wel goed verleden met handhelds, vind ik. Ja, zeker. Nou ja, de, de Vita was in principe best wel krachtig voor. de uh, ja, periode dat die verschil. Toen maakten ze wel unieke games voor de handheld. Ja. Dat was wel denk ik het grootste verschil. En nu willen ze dus een handheld maken die net als de Switch werkt. Weet je wel, dus dan. Dokt kun je spelen op je PS5 en handheld kun je spelen op die nieuwe handheld. Oh ja, die ze maar moeten ze dat gaan doen, is dat concept niet een beetje. Er komen geen unieke handheld games. Nee, ze moeten, PS5 games moeten op dat ding kunnen draaien. Maar, wordt het niet, maar kan je hem dan dokken? Vraag ik me af. Nee, dat, dat nee, niet. nee, nee, nee. nee. nee okay. Maar dat, dat bedoelde ik ook niet. Ah, okay. de, de, met de Switch kun je op de tv spelen, maar je kunt hem ook handheld spelen. Ja, met de PS5 kun je dan op de tv spelen. En ja, met de PS5 kun je op de tv en spelen. En met die handheld kun je handheld spelen. Want dat ding moet dus PS5 games gaan draaien. Um, ja, en ik denk dan vooral van ja... ja de PS5 is ook alweer uh, een aantal jaar oud, hè? Ja, ja, zeker. Zeker. Ik bedoel, ja, er, zijn, er zijn natuurlijk genoeg technologieën om, uh, om het in een heel klein apparaatje te, te stampen. Ja. Maar, ja. Uh, en die ja. chips zijn tegenwoordig best wel krachtig. Ik neem aan dat ze, Playstation, meestal wel van het zelf ontwikkelen dan van een chip hiervoor. Meestal dan in samenwerking met AMD. Ja, maar het is nu al... Uh, Vaak klagen bij Games: van oh ja, ik moet of dat de Pro die doet het eindelijk goed hè, en 60 fps en mooi. Ja, de, dan, dan ja, is okay, moet handheld. De resolutie hoeft niet zo hoog te liggen. Hè? Nee, dat meestal klopt. op een handheld uh, ja. klopt. Z 720p is echt uh, meer dan prima, of 1080p is ook. er aan hoe groot het prima. scherm is, inderdaad. Dan is het als je een klein scherm hebt met 27 p ja. ik weet nog op die Switch Lite was het echt super scherp beeld. gewoon En dan speel je alsnog op 27 p native, weet je wel. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is hetzelfde. Ja, je merkt het verschil wel als je dan iets groter schermpje hebt... zoals met de normale ja, Switch. Maar zo'n klein scherm maakt bijna niet uit. Zo. Nee, ik geloof dat de Steam Deck ook uh, maar 1080 heeft of zo. Ja, misschien nog wel minder zelfs. Ik weet niet. In ieder geval, ja, het maakt gewoon niet zo heel veel uit. Eh. Nee, precies. Uh, ze hebben natuurlijk recent die PlayStation Portal uitgebracht. Ja, ja. Geeft wel een beetje het Switch slash Nintendo Wii U uh, idee. Nou ja, je, je, je vraagt je wel af van waarom maak je, je eerst de Portal... en ga je daarna nog een handheld maken? Uh, nou ja, waarschijnlijk is het... Uh, of tenminste, hein, Bloomberg zegt in het artikel dat het zo is gegaan... dat ze juist uh, ja, vanwege het succes van de Portal... dat ze zijn begonnen met ontwikkelen van uh, deze handheld console. Dus okay. daarvoor zouden ze zogezegd ja. nog niet hebben nagedacht... over het echt maken van een handheld... Tenminste, ja, in eerste instantie dachten ze van, uh, nou ja, de portal moet ook PS5-games kunnen gaan spelen. Uh, dat was uiteindelijk niet gelukt toen. Uh, dachten ze van, uh, nou ja, breng gewoon een streaming-device uh, uit. En die was zo succesvol dat ze dachten van, nou, kunnen we misschien wel weer proberen om een echte handheld uh, te gaan maken. Oké, okay. cool. Ja. Maar uh, wat zijn nou games van de PS5 waarvan je denkt van, oké, okay, die zou ik wel handheld willen spelen? Sluit je dan games uit of juist geen enkele game? Nee, uh, ja, singleplayer games uh, zou ik wel heel graag gewoon uh, op die handheld willen spelen. Ik vind dat echt uh, fantastisch. Ja, toch gewoon in plaats van op de tv? Ja, ik weet niet, normaal gesproken speel ik al op een monitor, dus niet echt uh, heel vaak op uh, tv. Dus ik vind het op zich wel prima. En competitieve games, dat zou ik gewoon altijd uh, thuis op het scherm blijven spelen. Ja. Maar, uh, ja, over het algemeen dat soort Stel, games. Stel, je kunt uh, in het vliegtuig uh, dat ding meenemen. Ja, als ik dan, uh, weet ik veel, gewoon weer een uh, Uncharted 4 of zo, uh, nou, dat is dan al wat oudere game, maar... Als ik die dan kan spelen, of uh, nou, ik noemde net Heavy Rain of zo. Nou ja, of uh, andere wat oudere games die ik dan uh, destijds heb gemist. Ja, dat ik die dan misschien gewoon op zo'n uh, scherm kan spelen. En meestal uh, ja, brengt PlayStation ook wel handels uit met mooie schermen. Die PS Vita had echt een prachtig scherm. OLED ook geloof ik. OLED nee, ook, ja, ja. Die was echt wel uh, tijdver uh, tijd ver vooruit. Ja. Ja, dat zag er ook al gewoon prachtig uit. Ja, als dit uh, weer uh, iets zorglijks kan doen... Ja, dan zit ik daar eigenlijk wel op te wachten. Dan vind ik dat wel een heel vet apparaat eigenlijk. Ja, ik, ik was, uh, ik had geen Vita, ik had wel een PSP, en ja. dat ik heb dat ding ja. echt gesloopt. Ja. Ik vond dat echt fantastisch. Ja, ik had dus nooit PSP gehad. Uh, tenminste af en toe wel een uh, PSP van mijn neef uh, geleend en daar een beetje op gespeeld, maar uh, ja, ik vond het wel uh, met PSVita Vita was wel een uh, openbaring voor mij. Oké. Okay. Dus uh, eerste reacties positief op dit nieuws in ieder geval. Ja, wel zin in. Ja, ja. zeker. Het kan mij niet snel genoeg komen. Kijk. Uh, ik weet niet of ik hier over drie of vier jaar uh, ja, nog steeds op zit te wachten. Maar, ja, maar dat is waarschijnlijk wel de tijd waar we aan moeten denken. Dat ja, hij eruit ja, uitkomt Als zij dan uh, straks de PS6 uitbrengen. En dan moet je hier PS5-games op gaan spelen. Ja, dan uh, Daarom is denk het weer ik een dat een beetje het achterhaald Veel beter werkt als ze we gewoon weer van die handheld-exclusives gaan maken. En dat is beter voor de sales van dat ding, denk ik. Nou, ja, dat zou ik echt niet doen. Nee. nee? Dat is echt, uh, dan kill je het meteen. Als je de Want... exclusieve games gaat maken. Weet je hoeveel tijd het kost om een game te maken tegenwoordig? En dan ja, ga je ze ja, ook zo. nog exclusief voor een. Voor een en, mee, en dat, dat is exact de reden tijd. waarom de PS Vita geflopt is. Omdat uiteindelijk kon ja, zo niet meer opbrengen om exclusieve games daarvoor te maken. Dan dacht ze van, uh, nou ja, we gaan wel alleen maar uh, PS4 games maken. Ja, toen uh, verkocht dat ding niet meer. Nee. Dus nee, als je dan weer hetzelfde gaat tijd. doen, dan, uh, dan gaat het mes, gaat niet werken voor mensen. En dan kopen ze wel een Steam Deck, weet je wel. Waar uiteindelijk dan ook PlayStation games op uitkomen. Hier uh, konden vorig jaar een God of War. Uh, gewoon op die Steam Deck spelen die eerste dan ja, ja. dan kan je die Charter 4 ook bij het net overhaald ja. ik ook op Steam Deck gespeeld een stukje ja dat, dat werkt prima kunnen dus mensen dat beter de... kopen ja 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 er is wel veel concurrentie in die markt inmiddels dus dat is wel een ding ja zeker op. maar ja, uiteindelijk uh, PlayStation kan dat altijd wel goed uh, op zich ja en als je dan de de, de handheld heeft bijvoorbeeld die dualsense uh, functionaliteiten ja. dat vinden mensen ook en dan wel een gaaf. plus uh, abonnementje erbij ja, het, uh, begint al ergens op te lijken ja zeker hey um, deze week hebben we ook kunnen kijken naar de Path of Excel 2 livestream. Ik weet dat wij allebei een klein stukje hebben gekeken daarvan. Ja. Tenminste, ja, ik heb het al helemaal aangehad, maar niet, niet, niet mijn volledige nee, aandacht op gehad. Nee, maar uh, het zag er wel echt bizar goed uit. En ja. Path of Excel is eigenlijk, uh, ja, je kunt het een beetje vergelijken met Diablo. Hè? Het is gewoon Diablo, maar dan nog meer hardcore eigenlijk. Ja, ja heel diepgaand. Uh, en die, die livestream, ja, als je nou luistert en denkt van: oké, okay, ik vind Diablo vet. Uh, ik heb volgens mij ooit wel eens van Path of Exile gehoord. Ga die livestream even terugkijken. Of die video's, die, die kun je wel op hun YouTube-kanaal vinden. Maar het zag er zo goed uit. De gameplay is super vloeiend. Het is echt super diepgaand wat je kunt doen met je classes. Uh, dus besef wel, Path of Exile staat er wel onbekend... dat het qua diepgang een stuk meer hardcore is dan Diablo. En daardoor meteen iets minder toegankelijk. Het lijkt wel alsof ze heel erg hun best doen... Om het wat begrijpelijker en toegankelijker te maken in Path of 2. alles echt gewoon tot in een treuren uit, ook in die stream. Het ja. ging zo diep soms dat ik dacht van... Nou, ik, ik hoef niet de hele tijd te luisteren, want ik wilde ook nog wel een beetje zelf ontdekken. Bijna alles werd voor je uitgestippeld zo'n beetje. Ja. Omdat ze een beetje bang waren van... Oh, mensen gaan het niet spelen omdat ze er geen reden van begrijpen. Ja, dat probeert ze een beetje dan uh, te voorkomen. En dan helpt misschien zo'n console release op PlayStation 5 helpt daar ook wel een beetje bij. Dat maakt het ook wel misschien iets makkelijker. Uh, maar inderdaad, over het algemeen moet je wel uh, ja, sommige mensen zeggen, je moet een bachelor voor halen om dit te kunnen spelen. Ja, tenminste, als we met de originele Path of Excel nou ja. zo gezegd, het moet echt wat toegankelijker worden. En dat, ja, dat, dat roept natuurlijk al die gameontwikkelaars. Het maakt niet uit welke keuze je maakt. Je kunt echt jezelf een beeld maken en het moet uh, toegankelijk en competitief zijn. Ja. En weet je, wel, als jij ervoor kiest om uh, die spreuken te gebruiken, dan, dan kun je dit effect creëren. En alles is mogelijk. Nou goed, dat uh, <laughs> Dat, ja, dat roepen ze bij Diablo ook altijd. Maar je hebt toch altijd een aantal beelds die dan net wat sterker of beter zijn. Ja. Uh, ja, over het algemeen uh, schijnen ze hier wel heel goed te zijn in het balancen van de game. Dus uh, ja, zogezegd zou iedere klas wel moeten werken. Dus ik ben benieuwd of dat echt gaat lukken. Maar... Ja, nee, het zag echt ontzettend indrukwekkend uit. In ieder geval ja. 6 december gaat de early access uh, live ja. Dan kun je, kunnen mensen gaan spelen. En ik denk dat, echt, uh, dat je echt gaat verbazen hoeveel mensen hierop gaan duiken. Ja, ik denk dat jouw vrienden die nu uh, Wow Classic aan het spelen zijn, uh, die gaan wel. ...aantal avondjes vrijmaken om dit ook te spelen. Een mass-excel naar pad of excel? Nou ja, ja ik, zou zo de, de, het gaat Twitch wel even, eventjes overnemen, denk ja. ik. Uh, zeker wanneer mensen ook gaan doorhebben... ...hoe goed dit eruit ziet en hoe lekker ja, het speelt. Sowieso, en van die uh, stijl. Echt zo heerlijk duister. Nou, jij al Had al je die character creator de, gezien? character creator inderdaad. Uh, buiten de podcast om. Ja, dat is echt al heel... Uh, ja, duister en guur. Ze, ze laten dus zien, hè, alle klassen alle die je een beetje kunt mee beginnen, die staan dan op een rij. Zijn er eh, best veel volgens mij ook. Ja, en, en die, die, ja, die staan eigenlijk uh, klaar om opgehangen te worden, om veroordeeld te worden. Beetje uh, zoals Pirates uh, of the Caribbean. Pirates of the Caribbean, ja, 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 ja. stel ja, maar dan echt heel duister. En dan kun jij kiezen van oké, okay, ik wil die klas. Dan wordt bij die klas wordt het touw doorgesneden en de rest valt naar beneden en is oh, dood. juist, ja, dat is wel een vet intro. Ik vind dat ja wel, en dan uh, begint je avontuur begint ook vanaf dat punt. Dat is ook zeg maar het start van het verhaal dat je zeg maar de galg overleeft. Uh, ja en dan gaat het los en het, het gaat natuurlijk uh, ja, een beetje Diablo-stijl grote monsters, gekke wezens, heel erg fancy. Maar het is wel gewoon top down dan. Ja echt, denk je ja, gewoon Diablo misschien... in? Uh, denk, ja. denk, gewoon aan Diablo maar dan uh, ja, ja. ja. ook grafisch gezien ziet er echt super goed uit. Ja, ja al, nog een uh... stapje beter dan Diablo 4 misschien. Ja, nou ja, misschien wel, ja. Echt wel onder de indruk van wat ze weten te bewerkstelligen. Ik weet niet hoe groot deze studio is, maar... Uh, echt wel ja, ja die eerste Palt of Exile, daar hebben ze een aardig centje mee verdiend. Ja, oké. Okay. Ja, ja daar, daar zijn ze niet verlegen om, om centjes. Uh, goed, we gaan dus, uh, dat gaan we denk ik ook wel checken. Begin december is dat. Dan hebben we nog een lekker december gamepje om er doorheen te knallen. Ja. Dus uh, komt helemaal goed. Ja, naast de Indiana Jones natuurlijk, dat ook in december komt. Um, ja, over grote singleplayer games gesproken. Troy Baker die is weer gekoppeld aan, uh, not, aan de volgende Naughty Dog game. En Naughty Dog werkt uh, uh, momenteel aan meerdere titels. En ook aan eentje die nog niet uh, is aangekondigd. He, dus niet, uh, Dan hebben we het niet over de volgende The Last of Us, waarvan we stiekem toch al weet dat het komt. Uh, maar echt, uh, dit moet een nieuwe game zijn. En daar zou Troy Baker weer aan meewerken. Zo begrijp ik hem. Ja, klopt. Dat ja, helemaal. Uh, het is bijna hetzelfde. Poept een koe in de wei. Werkt Troy Baker samen met uh, Naughty Dog. Zegt hij moet in elke game van hun zitten of zo. Ja, nou ja dat dus zat hij ook tot nu toe. Maar hij doet ja. het wel echt heel goed qua. Ik, ik, ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk achter dat hij in elke game zit. Want dan zie je zijn overal verschijnen. Maar hij het valt niet op of zo. Als je dan bijvoorbeeld Joel vergelijkt met bijvoorbeeld Sam uit Uncharted 4. Ja, dat is echt heel anders. Hij hebben ook een hele andere stem daar, weet je wel. Dus wat dat betreft doet hij het wel heel goed. En ik uh, denk dat ook best wel een goede adem heeft wat dat betreft. Hij ja. blijft maar komen. Ja, hij heeft echt uh, ja, natuurlijk fantastische rollen gehad in, in de geweldige games. Maar ja, ik ben zelf een beetje langzaam Troy Baker moe. En, wow. dat, en dat, dat heeft... Nu begrijp je op gehad eigenlijk. Ja, dat, ja. Weet <laughs> ik, dat weet ik. En ik heb daar ook geen reden voor. <laughs> maar het is gewoon bijna van, is er niet iemand anders die eens een keer kunnen vragen? Het is altijd dezelfde guy of zo. Ja. Van, oh, we maken een game? Oh, uh, bel Troy even, die spreekt wel wat in daar ja, komt het gewoon gast, bijna op neer. Altijd, altijd, ja. Ah, belt altijd hem. Dat geef ik iemand anders een kans zou ik dan denken. Ja, maar ja, dus uiteindelijk weet... iedereen wil ook uh, Leonardo DiCaprio in zijn film. Ja, dat is ook zo. Dus die wordt ook iedere keer als eerste gebeld. Ja, ja, dat is ook zo. Bij de games is dat dan misschien een beetje Troy Baker. Ga je nou zeggen dat Troy Baker de Leonardo DiCaprio <laughs> van de gamingwereld is? Ja, ja nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, <laughs> ja. ja goed schiet op podcast. <laughs> komt wel een beetje op neer, ja. ja. ja goed, nou goed. Ja, uh, als je kijkt wat hij allemaal gedaan heeft, joh. dat is echt, uh, dat is vrij bizar. En wat is zijn uh, <laughs> hij doet het ook in sommige games. Dan uh, speelt hij gewoon meerdere personages. Hier, Batman Arkham Shadow. Harvey Dent, Red King, Two-Face. Ja, Two-Face is natuurlijk Harvey Dent. Ja. ja. Maar uh, in een andere Batman game, Jason Todd. Echt? Ja, dus dat is wel uh, vrij bizar. In Wat zou zijn uh, net, uh, netwerk zijn? Is die gozer er, heeft hij ja, inmiddels 38 huizen dan? Uh, ik weet niet of je van die games of je daar heel rijk van wordt. Dat is een beetje de vraag. Het is maar... wel meer werk dan uh, uh, film en. Uh, Ligt eraan of je mocap moet doen, toch? Als je ja, alleen de stem klopt. doet niet. Maar ik zag laatst een interview met die acteur van Kratos van de laatste twee God of War Games. Hij zegt van, ja, hij zegt eerst doe je al de cinematics. Hij zegt en je moet je voorstellen, uh, ja dat je, je doet het wel in een studio. Maar je doet wel gewoon al ja, bijna tien uur aan beeldmateriaal qua cinematics. Dan moet je nog alle tekst apart opnemen die je in de... In de nou ja, dus dan heb je het over sidequests. Dan heb je het over uh, tijdens, tijdens quest dat je aan het praten bent. Ja, het is echt bizar. Sommige cinematics die zijn ook niet eens mocap. Dus dan moet je dat ook nog inspreken. Ja, dat is wel... Het is echt bizar. En, ik, en uh, budgetten van games zijn natuurlijk veel hoger. moet natuurlijk ook meer uitgegeven worden. Veel hoger bij, uh, dan, dan bij films. Dus ik denk dat er best wel wat geld in omgaat qua. qua... Een, een snelle Google zegt dat zijn netwerk uh, maar 6 miljoen is. Dus dat vind ik heel weinig. Als je ziet waar oh. die allemaal in zitten. Nou, dan geeft hij of heel veel geld uit, of mijn hele verhaal. Van <laughs> ja, of Google liegt gewoon, hè. Ik bedoel, dat zijn altijd van die domme websites die dat zeggen natuurlijk. Op IMDB staat dat hij in. Ja, hij is nog met vier dingen bezig dan. Maar hiervoor heeft hij in 419 uh, dingen heeft hij gespeeld. 419? Ja, dat is echt uh, bizar veel. Dat is Ik zie trouwens ook dat hij ergens uh, Joker in heeft gespeeld. Ja. In nog goed. een uh, een of andere Batman game. En hij heeft dus ook in een of andere Lego Batman game heeft hij Batman gespeeld. <laughs> nou, nah, dat kan toch niet. Hij heeft alles gespeeld in Batman. Ja. Ongelooflijk. Nou goed. En Jones zie natuurlijk in Fortnite hè. Oh ja, hij zei dat ook. Ja. Damn. <laughs> hij zit gewoon overal gewoon heel ja, Hij zit overal, ja, 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 overal. Echt in. Leonardo DiCaprio van de gaming. Ja, ja. Confirmed. Zijn IMDb-pagina die bevestigt het gewoon. Je hebt er nog een die uh, hoe heet die uh, die stemacteur van uh, Nathan Drake ook weer, no Nolan North. N of Nolan North, zo. Ja, ja, die is ook wel altijd. Die te heeft ook best wel veel gedaan, hoor. Die heeft ja. ook Deadpool gedaan, die heeft ook Saints Row gedaan en dat is, Je hoort zijn stem elke keer weer terugkomen. Ja, ja, dat is ook zo één inderdaad. Nou, hij zit zelfs in jouw favoriete game, World of Warcraft, Nick. Wie speelt hij dan? Gul'dan. Heeft hij de stem van Gul'dan weer gesproken? Ja. Ja, nou je het zegt. En oh, General sick. Brad Hughes. Ja, die ken ik niet. Golden. Ja, dat was ik, dat hij Golden heeft ingesproken. oké. Oh, yes. ja, okay. ja. Lijp. Um, ja, tot slot wilde ik nog even hebben over Fortnite. Dat uh, OG-hoofdstuk komt uit, Tom. En dan moet ik even denken aan onze oude Fortnite-dagen. Zo. So, um, want ja, Fortnite. Met uh, cha chapter 1 hebben wij flink gespeeld. En ze gaan dus nu de Double Pump terugbrengen. Dat komt ook 6 december. Yeah, dat werd dus tijd. Ja, en dan kunnen we weer schieten met Double Pump. Maar ja, ik ben benieuwd hoe dat werkt ja in de, de hele hedendaagse... dag en toen zei jij ja ik ga dat echt niet spelen ze brengen niet eens een dubbel pump terug ja, ja. een ja. ongelooflijk ja dat is dit was gewoon maar dat was gewoon het leukste gewoon twee van die pump shotguns en dan die heel tijd wisselen ja ik heb toevallig van de week voor TikTok video nog allemaal oude beelden zitten kijken van die Dayquan en zo die, uh, die streamers toen die daarmee die dat een beetje introduceerden in de community ja, ja dat is echt fantastisch dat was echt super leuk maar ja, kijk iedereen is nu beter iedereen speelt anders als je nu in beeld gaat spelen ja, ik weet niet of je mensen nog kan verschalken met een double pump, zeg maar. Uh, dus dan, maar dan moet je misschien no beeld ja, gaan spelen. Dat is nog wel uh, sterk, toch? Of niet? Ja, ik denk dat heel veel. Ja, ja, de hele generatie, nu is die dat helemaal niet hebben meegemaakt, die double pump. Nee, dus maar uh, als je gaat heel goed kan editen en bouwen, dan heb je er eigenlijk ook niks aan. Het maar... sterke was dat je bijvoorbeeld... Je, als je een van de weinigen was die al een zeg maar, rampje muurtje, rampje muurtje ja. kon bouwen... en dan ging double pumpen daarvan af... Dat was heel erg sterk. En daar wonnen wij altijd mee. Ja, okay. Maar nu heb je iedereen die kan uh, in één keer hele flatgebouwen neerzetten. <laughs> ja, dat is dan is het denk uh, ik al minder sterk. Zo vermoeiend is dat. Dus, maar dan kun je het in no-beeld ja. nog wel gebruiken. Komt ik ook denk. de Renegade Raiders skin weer terug? Renegade Wade. <laughs> Had je die, uh, die video gezien van NTOS? Dat heb ik ook gezien. Dat kindje op, op de basisschool. Hebben we dat gezien? Nee. Een kindje op de basisschool. Dan ben je echt een OG. Toen <laughs> ja, ging ze vragen over Fortnite skins of zo. En waarom moest je dat nou kopen? Zei hij. Als je bijvoorbeeld Renegade Raider hebt, dan ben je echt een OG. Maar als je die niet hebt, dan ben je gewoon een noep. Ja, 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 ja. En iedereen in die reacties. Dit, dit, deze kind was nog een zaadcel toen ja. de Renegade Raider uitkwam. Het ja. ergste is nog echt zo ook. Dat kind is waarschijnlijk, ja, wat zal ja, je zijn, maximaal. Die, die heeft dat niet eens meegemaakt. Nee, die ja. was echt. Die, die zat nog echt in de Pampers toen ja, Fortnite ja, ja. uitkwam. Ja, die, die bestond letterlijk nog niet. Nee. Ja, wanneer kwam Fortnite uit? 2017, 18, zoiets. Ja, zoiets denk ik, hebben ja. wij het kapot gespeeld. Wel eerder denk ik hoor, of niet? Na nou, 2017 zo? dacht ik dat de beta kwam. Ja, in ieder geval toen Fortnite werd aangekondigd, bestond hij sowieso nog niet. Nee, dat, dat... hij zat in ieder geval in de pampers, zoals Nick heel goed zegt. Ja, 2017 hè, juli 2017. Zie je dus dat zeven jaar geleden. Dus stel dat dat kind echt maximaal tien jaar oud was, ja. nou, dan, zat hij nog, dan liep hij nog in een ja. pamper. Ja, ja. Dan had hij nog niet eens, uh, zat hij nog niet eens in groep één. En die praatte dan over Wernigate Wade en... Uh, ja, ik was in 2011. Ik ging echt helemaal ja, stuk. Ja, ik ging echt gevouwen. Iedereen ging helemaal lijp. <laughs> maar het mooiste is ook die, die NOS, op, NOS Stories video. Dat kindje was het allerlaatste fragment um, van, van heel die video. En die video duurde echt volgens mij langer dan een minuut. Dus ja. meestal zijn mensen dan ook al weg. Maar gewoon, ja, toch al Ik ja, iedereen gepakt. had het opgemerkt. <laughs> ja, die is gewoon echt een meme voor het leven. Ja, ik ben benieuwd hoe die ja, jongen nu uh, beleeft op school. Ja. Of hij een beetje een uh, god daar is. Of dat hij echt uh, compleet belachelijk wordt gemaakt. Nou, ik, ik denk misschien dat hij eventjes een god is en daarna gaat het hem achtervolgen op een hele <laughs> negatieve manier. Nee, ik, ik weet nog, vroeger hadden we altijd van dat, Bri ken je Bright Day? Dat was in, in de vijf en dat, dat bedrijf Bright. Het is dus zeg maar een beetje... We ja, kennen Bright. Ja, dat is ja, nou ja, dus een beetje een soort van onze concurrent, maar dan alleen met tech, zeg maar. Ja, wil ik ja. niet onze concurrent noemen, maar ga doen. Nee, <laughs> wij hebben, hebben geen concurrenten. <laughs> nee, dat is ook zo. Alleen maar vrienden. Maar uh, die... Uh, <laughs> collega's alleen maar. Ja, ja, precies. Maar die hadden dus een hele, hele hallen met allemaal nieuw tech en zo. En Royalistic, die ging daar ook een keer ging Fortnite spelen met het publiek, zeg maar. En dan stonden oh, echt gewoon tribunes, gewoon te kijken naar hoe Royalistic Fortnite aan het spelen was. En uh, ik weet nog, ik was daar toen, want het is... Ja, ik was ook zo'n zo tech-nerdje toen. Ik wilde toen allemaal nieuwe robots <laughs> kijken, weet ik wat... En wij stonden ook even bij Royalistic. En toen is er dus een filmpje, en misschien ken je het filmpje wel. Dat hij de vogeldans dus... doet. Nee, toen oh. werd zo'n joch geïnterviewd. Nee, dat is dus op zijn <laughs> eigen show. Dat is nog het erger. Hij oh. heeft gewoon een live show ge gegeven. Waar hij gewoon 30 ja, euro voor de ticket vroeg. <laughs> maar goed. Briljant gozer. Ja. <laughs> dus er was zo'n joch, dat werd geïnterviewd. Kom, Kom jij in rij... van Royalistic. Nee, nee, oh. <laughs> dat niet. zegt hij: Jazeker, Royalistic Army. <laughs> oh ja, die <laughs> uh, heb ik gezien. Ja, die heb ik gezien. Het leuke was dat ik gewoon echt 20 meter daarvoor. Dus jij hebt een kijk... live een meme meegemaakt. Precies, hoe mooi is dat. Ja. Maar dat joch ook, dat, dat zie ik nog steeds voorbij komen. Dat je gewoon nog steeds, ja, Royalistic Army. <laughs> <laughs> ja, dat heeft hem ook zijn hele leven ja. achtervolgd natuurlijk. Ja. heb je echt nog wat voordeel dat je zo klein bent. Want als je ouder wordt, dan hoort ja, dan... je gezicht natuurlijk. Maar... Ja, maar uiteindelijk boeit het mensen ook niet meer natuurlijk. Nee. Dat je een keer als kind iets doms hebt gezegd. Tuurlijk, maar, ja. ja, ligt eraan. Ik zie nog steeds films van Wilco voorbij komen. Maar <laughs> die en, uh... heeft bij mijn broertje in de klas gezeten, Wilco. Eh? Of op school. Nou, hij, hij, was hij, over, werd... hij was overgeplaatst van de middelbare school. Hij moest er af van zijn oude school. En toen is hij op de middelbare school van mijn broertjes gekomen. Dus hij, nee, hij zat niet bij hem in de klas. Maar toen, toen hij op school kwam, toen had de directie ook gezegd... als iemand tegen hem begint, daarover nou Wilco uh, Waterhoofd uh, of hem pest... Buurman <laughs> hem. Ja, man. Je wordt meteen geschorst. Ik maar uh, van vind. mijn oudste broertje, die, uh, die hadden een soort van beetje vrienden met hem gemaakt. En die zeiden van, uh, Wilco, wil je met ons gaan chillen? Zijn ze gewoon met Wilco, uh, hebben ze hem gewoon op sleeptouw genomen en overal mee naartoe. Ja, dat is mooi. Gingen ze oh, gewoon ik chillen, van chillen uh, Ik kwam dus een filmpje op TikTok tegen van... Uh, van de NS? Nee, van de Toko of zo. Oh. En hij werkt ja. nu gewoon bij uh, een ja. van de toko. Oh ja uh, dat. Zit een beetje bro, Surinaams te maken en zo. Ja dat doet ja, hij. Uh, omdat hij natuurlijk zo'n kwestie. Kopie heeft, doet hij de TikTok filmpjes daarvoor. Ja dat en klopt, ja. Maar ook de NS had ook interview en Zegt ze van, hoe ben jij wat is jouw leukste NS verhaal? Zegt ja, ik ben een keer met trein uh, naar uh, uh, de TV show van Jochem Gelder gegaan. gegaan yeah. en toen had ik uh, dat filmpje van uh, Waterhoofd. Daar ben ik. En die interview <laughs> zo, ben jij welke Waterhoefte? <laughs> Is, is hij helemaal blij. Ja, ben ik met de trein naartoe gegaan. Dus dat was zijn leukste verhaal. Oh. Nou, leuk verhaal. En er is dus een darter. Die lijkt ziek veel op hem. Dus iedere keer... Uh, <laughs> al gooit hij dan iets. Mensen reageren. Dubbel zacht. <laughs> <laughs> zo flauw. Ja, zo, zo flauw. Maar toch lachen. <laughs> Goed, jongens. Hebben we nog een mediatip voor de lieve mensen. Um, oh, zijn we er alweer, joh? Ja, we okay. zijn er alweer, ja. Oh, ja. Ja, ja. Uh, ja, binnenkort draait Nosferatu in de bioscoop. Uh, nee, nou, daar gaan we natuurlijk omheen, heen, maar... Uh, tot die tijd, geniet van de film The Witch. Dat is een andere film van uh, regisseur Robert Eggers. En die is echt uh, fantastisch. Ik zal ondertussen even kijken waar die op staat, zodat mensen hem ook daadwerkelijk kunnen kijken. Uh, ik denk dat het zoiets als Videoland uh, zal zijn of zo. Of niet? Nee, Netflix. Nou, hier, had ik idee. Halleluja. The Witch. Anderhalf uurtje duurt die. Ja, superkorte film. Met uh, Enya Taylor Joy uh, in de hoofdrol. Toen was ze nog niet heel bekend, dus dat was goed uh, geschouwd van hem. Maar dat was wel een beetje haar doorbraak. Um, ja, het is eigenlijk een beetje zo'n uh, ja, middeleeuwse folklore-tale uh, met een horror-randje. Het gaat natuurlijk over uh, witchcraft. Interessant. Ja. ja, die moet ik ook nog steeds een keer kijken. Het spijt me. Thomas zegt al acht jaar dat ik die film moet kijken. Maar ja, ja er zitten zulke goede acteurs in, ook die uh, guy uit... Uh... Game maar of di Thrones, die Ralph Ineson. Maar in dit is bijvoorbeeld wel zo'n film die we kunnen kijken voor de Patreon en dan met onze fans. Uh... Ja, zeker. Ja, je valt ook genoeg uh, te analyseren, absoluut. En ik denk dat mensen dit ook al uh, aan gaan spreken. En het is ook wel inderdaad zo'n film die misschien niet iedereen gezien heeft. Dus kunnen uh, dan z'n allen kijken. Kunnen we even onthouden. Dat is een goed voorbeeld. Ja. ja. Um, heb jij nog tips, Lorenzo? Of uh... niks speciaals? Uh, kan ook. Uh, hè? Ja. Ik ben natuurlijk weer een beetje in animatie gedoken, waar we het straks over gaan hebben. Uh, en uh, toen moest ik denken aan de serie Invincible op Prime Video. Uh, ja, dat is een hele goede serie. Superhelde serie. Niet voor de Faint of Heart. Want het ook, ook al ziet het er echt uit als een kinderserie. Het is echt wel gruwelijk wat er gebeurt, zeg maar. Maar uh, ja, een hele vette serie, uh, heel vermakelijk ook. Uh, ga die kijken. Het gaat over een, uh, over een, uh, een jongen die wordt uh, superheld. Uh, die, ja, zijn vader is een alien. En, uh, ja, dat is een soort van de Superman slash Homelander van, uh, van die wereld. Het is ook een beetje wel geïnspireerd op The Boys natuurlijk. Het uh, is ook uh, van een comic. Ja, en dan uh, komt hij erachter dat zijn vader eigenlijk hartstikke slecht is. En eigenlijk uh, de wereld wil overnemen. En dan moet hij tegen zijn vader vechten. Ja, het is, uh, het is heel goed. Het is, uh, het is en ze leuk. zijn ook skins in Fortnite. Ja, ja. <laughs> oh, oh. Wat, wat is geen skin in Fortnite? <laughs> ja, in, zelfs Godzilla wordt een skin. Hebben we dat gezien? Jeele. Je kunt binnenkort als Godzilla in de game spelen. Dat dan met, wel vet. En dan krijg je gewoon, ja, kun je ook gewoon wapen krijgen en zo kun je schieten. Godzilla met een RPG? Ja, ik zie maar rennen. Oh. Ik zie maar rennen. Ziet er heel silly uit denk ik. Ja, je hebt ook dat kippenpak van uh, Family Guy. zo gaat het er een beetje uitzien. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja heel erg. Uh, ik had zelf opgeschreven. Ja, WoW Classic. Als je nog een keer de klassieke WoW-ervaring wil ervaren, is dit je kans. Ja, het is zo. Want nu zijn de servers vol. Nu zijn er veel mensen die spelen. Iedereen begint op nul. Niemand is rijk. Iedereen is arm. <laughs> de, de, <racht> dus ja, het is nu je kans om, uh, om mee in te springen en een heel tof af en avontuur te beleven. En anders wacht je weer vijf jaar en dan komt er waarschijnlijk de 25th Anniversary Edition. Kun je weer opnieuw beginnen. Kun je weer opnieuw beginnen. Nah. En dan ben, er, ben ik er ook weer bij. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja. Goed, jongens. Uh, dat was de Sidequest-aflevering uh, van deze week. Zoals gezegd, we gaan zo nog videotheek opnemen. Die gaan we ook vandaag uploaden op Spotify. Heb je SideQuest geluisterd? Ga dan even door naar Videotheek. Daarin bespreken we de leukste films en series van de afgelopen week. En waar we nog naar uitkijken. En natuurlijk ook net als in SideQuest het laatste nieuws daarover. Uh, volg je SideQuest nog niet? Doe dat dan eventjes. Uh, op Spotify staat er een hele mooie groene knop. Met ook nog een belletje ernaast. En als je op het belletje drukt, dan krijg je gewoon een melding... wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Elke week van het jaar plaats voor een nieuwe aflevering. Uh, ja, mis die dus zeker niet. Al onze socials zijn... At Join gerust de Discord. En zoals gezegd, binnenkort meer over de Patreon. Wil je dat niet missen? Blijf ons, ons volgen. Tot de volgende keer. Doei doei. Doei.